We gaan vandaag over een heel leuk onderwerp, vind ik. En ik denk, ik ga er vanuit jou ook natuurlijk. Ja, dat hoop ik. Kunstmatige intelligentie. En wat ik leuk aan vind is dat ten eerste is het natuurlijk een supercool onderwerp. Omdat het omdat heel interessant is en heel actueel is. Maar ook omdat je, en het gebeurt ook heel veel, eindeloos erover kan fantaseren / filosoferen / ja. Nadenken over wat er allemaal mogelijk is, omdat we er nog niet in principe zijn, als ik het zo moet zeggen. En nou, voordat we beginnen, vertel een kort even een beetje wie je bent en wat je doet. Ja, is goed. Ik dacht, er komt nog wat, maar ik ben Edwin. Wij kennen elkaar uit Nijmegen van filosofie. Ik heb filosofie gestudeerd in Nijmegen. Ik wou daar eigenlijk in verder, dus ik was op zoek naar een PhD. Toen heb ik eigenlijk een 180 graden omdraai gemaakt. En ben ik kunstmatige intelligentie gaan studeren. Dus in plaats van helemaal de diepte in de filosofie, dacht ik, ik besteed eigenlijk dezelfde hoeveelheid tijd. Dus een PhD is dan 4 jaar in Nederland gebruikelijk. Besteed ik aan mezelf verbreden. Dus ik heb net een bachelor kunstmatige intelligentie in Nijmegen ook afgerond. En ik ben net begonnen aan een master kunstmatige intelligentie ook. En wat waar ga je in specialiseren? Omdat ik in filosofie eigenlijk een hele dosis theorie heb gehad. Kijk, je gaat natuurlijk een tweede studie, ga je natuurlijk niet weer hetzelfde doen als wat je eerder hebt gedaan. Vanwege het financiële plaatje wil je ten eerste dat je baankansen worden vergroot. Nou, dat zit wel redelijk goed met kunstmatige intelligentie, want de hype train is real. Wat was je vraag ook alweer? Ik ben nu alweer de draad kwijt. Nou, je ging antwoord geven op de vraag. Waar specialiseer ik in? Ja. Waarom wil je niet specialiseren? Maar vraag was inderdaad, waar ga je in specialiseren? Waar specialiseer je dan wel in? Ja. Ik wil dus voor mijn master juist heel erg de nadruk leggen op praktijkervaring opdoen. Dat ik aan het einde van die rit, want dan ben ik 10 jaar aan het studeren, zeg maar. Dat ik dan ook nog iets van ervaring op mijn cv kan zetten, snap je? Ja. En ook omdat ik, als ik kunstmatige intelligentie als eerste studie had gedaan, had ik dus echt wel een andere keuze gemaakt. Dan was ik in Nijmegen, zijn ze heel erg sterk in hersenonderzoek. Dus ze verbinden ze kunstmatige intelligentie heel erg met mensen bij het Max Planck Instituut voor taalachtige dingen. En het Donders Instituut, dat dan meer op neurologie en neurowetenschap is gericht. En wat ze daar dus eigenlijk doen is proberen met computers de mens beter te begrijpen en op basis ook van hoe hersenen werken, dus door de mensen te bestuderen, weer betere kunstmatige intelligentie bouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje de kracht van Nijmegen en toch ben ik die kant niet opgegaan, omdat dat dus wel iets theoretischer is. En wat ik nou aan het doen ben is gewoon de meer praktische en toegepaste master track in Nijmegen. En dan ga je iets meer richting datawetenschap en gewoon applicaties bouwen. Dus heel erg op toepassen gefocust. Ja. Projectwerk. En dan hopelijk aan het einde van de rit, het is een 2-jarige master, heb ik dan ook weer wat mooie projecten op mijn cv staan. En dan, ja. Als het ooit nog eens gebeurt, chat, dan krijg ik dan ook nog eens een baan daarmee. Een filosoof met een echte baan. Ja. Oké, cool. Die studie kunstmatige intelligentie zelf is ook super breed, toch? Want je krijgt een stuk cognitiefilosofie, je moet een stuk biologie, je moet neurowetenschappen, moet je in ieder geval snappen. Je moet kunnen programmeren en je moet ook nog een beetje een idee hebben van wat intelligentie überhaupt is. Ja, het is inderdaad. Kijk, die filosofieopleiding die was eigenlijk al redelijk breed. En dacht ik van, nou ga ik wat doen en dan kan ik ook wel aan het einde. En dan in je eerste jaar begin je inderdaad een programmeercursus. Maar je krijgt ook psychologievakken, wat je zegt. Een beetje filosofie hoort er ook bij. Want ja, goed. De oorspronkelijke intentie van een kunstmatige intelligentie was wel redelijk ambitieus. Dan moet je inderdaad op zich wel vragen, wat is die intelligentie dan? Wat een gigantische vraag is, waar je natuurlijk eindeloos over kan lullen, zullen we zo maar zeggen. dus inderdaad, na die bachelor, waar ik dus eigenlijk nu ben, ben ik nog steeds een manager van alles. Maar ja. Het is nog steeds interessant. Ik ben wel iets, ik ben een manager van alles. Ik ben breed opgeleid. Maar je krijgt toch iets meer voeling voor wat nou. Kijk, je leest over elke dag over kunstmatige intelligentie in nieuws. Ik denk dat is vrij letterlijk, elke dag. En je kan het toch iets beter duiden.
Dus ook al denk je aan het einde van zijn bachelor nog steeds van wat kun je nu echt? Je leert ongemerkt toch best wel veel. Maar inderdaad, ja. Ik ben nu heel erg breed opgeleid. Ja, ja. Ja. En je zei net iets interessants. De oorspronkelijke doel van kunstmatige intelligentie was veel ambitieuzer. Dus dat betekent dat het nu een stuk minder ambitieuzer is en je niet de vraag hoeft te stellen wat intelligentie is. Dat ligt een beetje aan wie het vraagt. Ik ben, dat moet ik meteen opbiechten misschien. Ik ben zelf, mijn redenen om kunstmatige intelligentie te gaan studeren waren eigenlijk verre van idealistisch. Die waren heel praktisch. Omdat ik de gelegenheid wilde om inderdaad te verdiepen in programmeren en dergelijke, maar nog wel de koppeling wilde maken met filosofie. En dan zit je beter bij kunstmatige intelligentie dan bij computerwetenschap of iets heel abstracts is als wiskunde. En ik merk ook dat ik zit wel heel relatief aan het pessimistische spectrum, zeg maar. In de zin dat ik het allemaal niet zo geloof dat het allemaal echte intelligentie is. Je hebt nog steeds al mensen die daar wat... dan ga je een beetje in die singularity hoek. Van mensen die wel heel erg de alarm bellen over artificial intelligence aan... hoe zeg je dat? Die trekken aan de alarmbel. Ja. Ik denk dat je dat moet doen, maar om hele andere redenen. Die veel meer alledaags zijn en veel meer down to earth dan... een AI die de wereld overneemt of mensen gaat farmen om paperclips te maken of al dat soort rare verhalen. Ik ben daar niet zo heel erg door overtuigd. Dus in die hoek is het denk ik nog steeds, het is überhaupt nog een reden van de vraag wat intelligentie is. Maar ja, persoonlijk, de toepassingen die ik van artificial intelligence zie in de praktijk, ja, zijn gewoon anders. Ik bedoel, zodra je zelf wat algoritmes gaat maken of iets probeert te programmeren, zie je ook dat het gewoon een bag of tricks is, snap je wel? En in het nieuws lees je dan van, deze revolutionaire ontwikkeling gaat alles veranderen en dat zou dan heel intelligent moeten zijn. Maar als je dan die dingen zelf programmeert, zie je dat het gewoon een hele, het is eigenlijk een verzameling handige programmeertrucs, een heleboel statistiek en wiskunde. En dat wordt dan op een gegeven moment zo complex dat mensen het niet meer begrijpen en dan gaan we het intelligent noemen. Zo kijk ik er een beetje tegenaan. Maar dat is een beetje een sceptische benadering. Maar dat is echt niet iedereen mee eens dat ik dat zeg. En wat is dan de optimistische benadering? Nou, dat je wel echt gelooft dat... Dat zijn mensen die zeggen... En daar is ook wat voor te zeggen. Kijk, de hersenen zelf. Als je gaat kijken naar hoe de hersenen werken... dat is ook een klomp neuronen. En als je er genoeg bij elkaar gooit en de verbindingen zijn goed, dan kan dat blijkbaar dus iets emergeren dat we intelligentie noemen. Want ja, goed, mensen hebben bewustzijn. Wij zijn semi-intelligente wezens. We zijn intelligente wezens. We hebben de capaciteit tot intelligentie. Ja, er is een potentie tot intelligentie die niet altijd wordt benut. Dus je kan niet ontkennen dat op een of andere manier die intelligentie en het bewustzijn emergeert. En de vraag is dan, wat is dat? Dat is niet mijn specialiteit als filosoof. Maar dat is wel een hele interessante vraag. We natuurlijk legio filosofen over hebben. En wat ook relatief en ook wat relevant is voor kunstmatige intelligentie. Want op het moment dat jij zegt van, als je genoeg neuronen met elkaar verbindt en je kan dan problemen oplossen die dan wij intelligent noemen, waarom zou je dat niet kunnen nabouwen? Nou ja, in principe kun je dat dus nabouwen. En dat is ook wel wat mensen dus nu proberen. Ik heb het idee alsof als je optimistisch bent over kunstmatige intelligentie, dat je dan pessimistisch of sceptisch bent over menselijke intelligentie en vice versa. Leg eens uit. Want als je, het lijkt me, als je zegt dat de intelligentie van een mens speciaal is, speciaal meer dan wat er emergeert uit de werking van neuronen, ja. Dan kun je het niet nabouwen door alleen maar heel veel neuronen of neurale netwerken aan elkaar te koppelen. Als de menselijke intelligentie meer is dan een bag of tricks, ga je het niet nabouwen met een bag of tricks. Precies, ja. Maar goed, de oude manier om intelligentie na te bouwen was hoe dan ook een bag of tricks. En wat ze tegenwoordig doen is meer dat bottom-up model, dat ze proberen te beginnen bij het klein. Dus we beginnen met neuronen, die gaan we nabootsen, dan gaan we die combineren en dan kijken we vervolgens hoe ver we daarmee komen. Dus of dat een bag of tricks is, ja, in de praktijk nog steeds. Ja, dus, maar theoretisch is dat interessanter. Omdat
wat ze dan de good old fashioned AI noemen. Dat is dan, nou ja, uit de begindagen van de AI, dat is best vroeg al. Dan heb je het over de jaren 50, 60 en dat gaat dan door tot de jaren 80 ergens, 90. Ja, ik heb de geschiedenis niet helemaal scherp, maar het punt is, dan is intelligentie bijvoorbeeld een potje schaak spelen. Hmm. Right? En dat kun je prima oplossen met zoekalgoritmes. En dat is dus ook gedaan in de jaren 90 al. Met wat is een zoekalgoritme? Goed punt, oké. Okay. Maar voordat ik dat uitleg, nee, misschien moet ik dat wel eerst uitleggen. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn twee dingen die ik dan aan wil kaarten. Is dat, wat is intelligent gedrag? En als ik aan mijn oma vraag van, nou ja, dan is schaken is bijzonder intelligent gedrag. Dat kunnen heel weinig mensen goed. Maar goed, dat bleek dus dat je dat wel redelijk goed met een computer kan namaken, omdat het hele duidelijke regels zijn. Dus de vraag is van, wat is dan precies intelligent gedrag? Dat is net weer een andere vraag, I guess, dan wat is intelligentie? Maar ik denk dat die iets beter te beantwoorden is. De paradox daar is dat je dus nu, je had al heel vroeg, relatief vroeg, jaren terug, tientallen jaren, computers die heel goed konden schaken. Wat dus voor mensen heel moeilijk is, maar wel intelligent gedrag is. Terwijl aan de andere kant heb je nu, zijn mensen heel erg goed in bijvoorbeeld ik kan een kopje koffie drinken terwijl ik met jou praat. En dat is gigantisch moeilijk voor een computer. Maar zou jij een schaakcomputer die niet tegelijkertijd een kopje koffie kan drinken? Ja, dat is zo triviaal, weet je wel. Je denkt er niet over na, maar dat is ook menselijk intelligent gedrag. Ja, doe maar even voor inderdaad hoe het moet. Okay, als ik dan aan het lachen maak, gaat het wat minder goed. Maar ja. Maar ik hoop dat je mijn punt snapt. Dus de vraag is dan een beetje van, joh, wat is intelligent gedrag? En de paradox is dat het intelligente gedrag, daar waar mensen in de jaren 80 op focussen, dat is nou heel goed opgelost eigenlijk wel door computers. En dan heb je het over dingen zoals schaak. En waarom is dat nou goed op te lossen? Nou ja, je hebt een aantal mogelijke staten waarop je hebt een schaakbord, right? Dat heeft een aantal vakjes. Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet hoeveel 64. Vakjes. 64, kijk eens aan. Ja. Schaak jij of niet? Nee, ik heb vroeger geschaakt, maar... In een lang grijs verleden. En een lang grijs verleden, ja. Heb je te vaak verloren of heb je geen tijd meer? Ik heb ook vaak verloren, ja. Maar ook vaak gewonnen. Ja, daar leer je ook van. Maar ja, goed, je begint natuurlijk met een vaste positie. Hè? Dus iedereen heeft zijn stuk en die staan op een vaste plek. En vanaf daar is eigenlijk een reeks beperkte set bewegingen die je kan maken. Ja. Wanneer ik beperkt zeg, het zijn echt insane veel bewegingen. Dus ja, die zo'n heel spel kan... Ik weet niet meer, ik heb het wel eens opgezocht. Inderdaad, het is... Er zijn enorm veel mogelijkheden. Of er zijn volgens mij heel veel staten waarop zo'n schaakbord kan bestaan. Dat is toch de juiste manier om te zeggen. Ja, ja. Dus inderdaad, als een speler een zet, dat klinkt lekker, dan heb je inderdaad een andere bordstaat. Een andere positie, een andere compositie van bepaalde stukken die op bepaalde plekken staan. Ja. Ja, en er zijn er gigantisch veel van en ook nog eens heel veel verschillende manieren om er te komen. Dus voor mensen zijn dat veel te veel mogelijkheden om gewoon dom door te rekenen. Nou ja, als je zelf eens hebt geschaakt. Ik schaak zelf heel weinig, maar ik deed het als kind inderdaad wel eens. Nou ja, dan goed. Als je 2-3 stappen vooruit moet denken en dan ook nog eens rekening moet houden met de stappen van de tegenstander. Dan ben je al best wel je hersenen aan het kraken. Mm-hmm. En als je aan het einde bent, ben je het begin weer vergeten, weet je wel. Dus dat is gewoon voor mensen heel erg moeilijk, maar dat blijkt dus voor computers heel makkelijk te zijn. En een zoekalgoritme, wat ik daarin bedoelde, is gewoon puur een programma die dus vanuit elke set gewoon een aantal stappen doorrekent in de toekomst. En dan kan berekenen wat dan de staat van het bord is. En daar ook nog eens de mogelijke bewegingen van een tegenstander in mee kan nemen. En dat is een probleemdefiniering waarover je verschillende oplossingen kan zoeken. Dat kun je gewoon doorrekenen. Dus dat is een beetje wat ik dan nu een zoekalgoritme noem. En computers hebben dat dus al heel lang geleden opgelost. En de vraag is dan van, oké, hebben we dan kunstmatige intelligentie? Als we kunnen schaken. Ik ben daar dus wat sceptischer over, omdat toen dat allemaal uitkwam, was dat natuurlijk revolutionair. En om heel begrijpelijke redenen, want dat zijn gigantische, mooie technologische... Ja, maar voordat we daar even doorgaan, dat is een vraag die ik me dan altijd stel, kan dat, en die vraag wordt denk ik iets anders wanneer het gaat over neurale netwerken en zelflearning systemen, ja. Maar kan die Deep Blue, kan die schaken? Oh, oké.
Ik denk namelijk, ik denk daar nog even sceptisch als jij over. Ik denk niet dat hij kan schaken. Oké, okay, leg eens uit. In die, maar dan... zin dat hij in die zin dat hij begrijpt wat hij aan het doen is. Ja, oké, okay, maar de vraag is dus, moet je begrijpen wat je doet om te kunnen schaken? Of moet je begrijpen wat je doet om intelligent gedrag te vertonen? Dat zou je kunnen werken. Ja, dus het is een beetje van hoe je ernaar kijkt. Kijk, als je probeert in de kop van iemand te kijken, wat hij echt denkt, ja. Dan ga je teleurgesteld uitkomen bij computers. Ja. Als je kijkt naar intelligent gedrag, ja, dan moet je toegeven van ja, die schaakcomputers, er is niemand die tegen ze op kan, snap je? Dus het enige wat mensen doen om die dingen speelbaar te houden, is die algoritmes slechter maken. Anders is voor mensen gewoon niet meer te winnen. Snap je? Je maakt ze kunstmatig slechter. Omdat kunstmatige intelligentie met games en met spellen gewoon te goed is vaak. Tenzij de spellen weer heel complex worden. Daar kunnen we later over hebben. Natuurlijk, Go is onderhand opgelost. Is veel complexer dan schaak. Ze zijn nu meer met online RPG's bezig en zo. Zoals World of Warcraft. Goed, dan heb je dan nog veel meer variabelen die je dan mee moet nemen. Maar jij lijkt een beetje te doelen op van... Ken dat algoritme de regels van schaak? Bijvoorbeeld, ja. Dus zo zou je de vraag ook kunnen stellen. Ja, dus... Weet dat algoritme iets? Dat is denk ik... Of op die manier zou je het ook kunnen stellen. Nee, maar het is een goed punt dat je... Want dat is dus... Dat is een van de dingen die... Die dus heel erg beperkt zijn aan wat ze dan good old-fashioned AI noemen. Is dat de programmeur die geeft nog wel de regels aan van het spel. Hmm. En binnen die beperkingen kan een computer leren schaken. En de computer moet nog steeds weten vanuit welke positie zijn andere... Wat zijn de opties die mogelijk zijn. En dan moet je als programmeur wel meegeven. Dus dat zijn eigenlijk de kaders van je probleem waarin je dan vervolgens oplossingen gaat zoeken. Maar die probleemdefiniëring die is inderdaad nog steeds door mensen gegeven. En je kan hetzelfde... Het interessante is dat van... Oké, als je dus een computer hebt die intelligent is, kan schaken, kan die ook dammen. Mm. Nou ja, dus bij die good old fashioned AI zou je dan dus weer een nieuw probleem moeten definiëren. En dat is gewoon van scratch weer. Dus wat typisch aan menselijke intelligentie is dat we heel makkelijk van context al kunnen wisselen. Dus het is niet zo, als ik kan schaken, ja, dan is het voor mij ook rektriviaal om dammen te leren. Maar ja, goed, ik kan die potjes naast elkaar spelen. Ik kan tegelijkertijd koffie zetten. Dat zijn allemaal dingen die missen bij die oude AI. En waarom ik dan ook nog extra sceptisch ben, die zoekalgoritmes die dan destijds revolutionair waren en al die superhoge verwachtingen over intelligentie schiepen. Want dat was wel zo, hè? Er werd gewoon geroepen van ja, we gaan het oplossen en we komen erachter wat intelligentie is. Dus de ambitie was echt onbegrensd bijna. Is dat gewoon een standaard onderdeel van elke computer science student. Dat noemen ze niet eens meer AI. Kijk, het zat ook in mijn curriculum, maar ook elke computerwetenschapper leert dat ook nu. En ze zien dat nu als een, nou ja, gewoon als een stukje wiskunde. Gewoon een beetje programmeren. Daar komt geen magie bij kijken, snap je? Om zo'n zoekalgoritme te maken die kan schaken. Ja, dat wordt tegenwoordig niet echt meer als... Kijk, je kan nog steeds kunstmatige intelligentie noemen. Maar mensen gaan dan zeggen in de regel niet meer van als echt intelligent. Ja, precies. Ja, dus daar is wel consensus over. Maar ja, goed, we zijn onderhand meer dan 20 jaar verder, snap je? En mijn intuïtie is dus dat de dingen die nu zo revolutionair zijn... En dat zijn ze, dus zijn ze om hele goede redenen. En AI verandert de werkelijkheid ook op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk dat we over 20 jaar terugkijken en ook zeggen van... Nou, het was eigenlijk gewoon een hele slimme statistiek. Zeg maar. Mm. En dan na een aantal jaar gaat dan op een gegeven moment... dat magische vernis gaat er dan af. En dan stoppen mensen het ook met intelligent met AI noemen. Denk ik. Ja, oké. Okay. Voordat we even gaan hebben over hoe AI tegenwoordig gemaakt wordt... of hoe dingen werken... Moeten denken, tenminste wil ik ook zelf een aantal concepten uit elkaar halen die ik niet helemaal uit elkaar haal. Ga je me nou zitten over horen? Nee. Nee, gewoon zelf heb ik het ook niet helemaal door. Maar want er zijn namelijk drie dingen die heel erg door elkaar gebruikt worden. Dat is kunstmatige intelligentie, er zijn neurale netwerken en het is machine learning. Right. En ik lees artikelen van waarin zulke termen gewoon door elkaar lijken gebruikt te worden. En ik weet niet precies wat het verschil is. Ik weet dat AI gemaakt wordt op basis van neurale netwerken. Ik weet niet zo goed wat dat zijn. Ja. Niemand weet dat heel goed, hoor.
En ik weet dat machine learning een ding is. En ik weet niet hoe dat precies erin past. Ja, dat is een goede vraag. En daar kun je ook wel wat discussie over hebben. Maar het is, ik denk dat ik het redelijk duidelijk kan maken dat machine learning, ik denk dat neurale netwerk is eigenlijk een subveld van machine learning. Dus machine learning wordt heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld, je kan het op zo'n manier formuleren dat het helemaal niks met AI te maken heeft, met kunstmatige intelligentie te maken heeft. Als je gewoon een bepaalde dataset hebt en je wilt er een patroon in ontdekken, dan kun je gewoon een lijn proberen te fitten of zo op die data. Die de trend in die data naar de toekomst exporteert. Niemand gaat zeggen van dat is kunstmatige intelligentie of zo. Maar je doet nog wel iets dat je een soort van functie programmeert en op basis van een bepaalde evaluatiefunctie kun je dan die functie bijstellen zodat die je data goed voorspelt of dat die goed op de data past. Dat zou je ook machine learning kunnen noemen. Ja, wat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van machine learning dat geen kunstmatige intelligentie is? Ja, misschien is er even niet 1, 2, 3 wat er binnen, maar neurale netwerken is daar binnen dan weer een subveld. Waar ik trouwens helemaal geen expert op ben. Dus ik kan niet garanderen dat ik het fantastisch kan uitleggen. Maar dat sluit een beetje aan wat we eerder hebben gezegd. Over dat ze tegenwoordig dus naar de hersenen kijken, hoe die werken. En op basis daarvan, soort van met een bottom-up approach, netwerken proberen na te maken. En dan op die manier bepaalde problemen te kunnen oplossen. Dus één probleem dat daarmee opgelost wordt. Is iets wat bij good old fashioned AI helemaal buiten schot bleef, maar wat typisch menselijk is, is dat wij gewoon visueel heel goed heel dingen kunnen herkennen. En wij hebben een stel hersenen onder de hersenpan die helemaal is geëvalueerd om het heel efficiënt te doen. En dat blijkt dus ook op basis van hersenbreek gestructureerd te zijn. Dus goed, je ogen, je hebt een oogcel en je gaat naar achteren en dan komt hier heb je een primaire visuele cortex. En dat gaat dan, vanaf daar komt informatie binnen. En hoe verder je naar voren gaat, hoe meer complexe representaties er worden gebouwd op basis van input. Maar je kan dus op basis van hersenonderzoek redelijk zien dat neuronen helemaal achteraan, die zijn bijvoorbeeld gevoelig om een bepaalde oriëntatie van een lijn. Die zijn daar gevoelig voor. Dat wil zeggen dat ze vuren harder. Misschien moeten we uitleggen wat neuronen zijn. Basisidee van neuronen. Ik weet niet hoe ver we in deze rabbit hole moeten gaan. Maar ja. Nee. Zo ver als je wilt. Het begint allemaal, hoe jij wilt, kun je ook zeggen. Maar het begint eigenlijk, je begint met bestuderen met de allerkleinste unit. En dat, de allerkleinste, een hele kleine fundamentele unit van hersenen, dat heet dan een neuron. En een bepaald type cel dat elektrische input krijgt van andere cellen. En als je genoeg input krijgt, geeft hij zelf weer output. Ja. Dus je bijvoorbeeld 3 andere cellen simuleren een neuron, dan komt hij over een bepaalde grenswaarde heen en zegt hij, oké, nu ga ik ook vuren. En op basis van dat vuren kan hij weer een andere neuron activeren. Ja. Nou, dat principe proberen ze ook in computerprogramma's na te bootsen nu. En dan die neuronen zo te orchestreren, dat die dus iets kunnen leren. Maar op een niet op een manier dat één neuron natuurlijk iets weet. Net zoals dat in de hersenen geen enkele neuron echt iets weet. Ja. Maar wel dat als dat hele netwerk samenwerkt, die bepaalde interessante output kan hebben voor bepaalde inputs. Ja, ik herinner me... Dat we dit enigszins hebben gehad in Cognitieve Filosofie 1 van... Oh, chat, jongen, hoe lang is dat geleden? Van Mark Slord. Dat is 8 jaar geleden? Dat is, toen mochten we gewoon naar buiten wanneer we wilden. Toen konden we nog mensen handen schudden. Ja. En dat is inderdaad echt iets van 8 jaar geleden. Misschien wel Nee, het is wel langer dan 8 jaar geleden. Misschien wel 9 jaar geleden. Ja, ik vrees dat je gelijk hebt. Ja, dat is inderdaad heel lang geleden. Maar... Dat is me nog altijd bijgebleven dat Mark toen vertelde dat ze toen gebruikten voor het vinden van mijnen in de zee, zo'n neuraal netwerk. En het enige wat ze deden was aangeven of de output die werd gegeven fout was of goed was. En het neuraal netwerk konden zeg maar de thresholds, zoals hij het noemde. Ja, als die grenswaarde waar ik het net over had. Ja, ja. De grenswaarde. Ja. Kon zelf de grenswaarde aanpassen om te komen tot een verhouding die dan altijd zeemijnen kon vinden. Ja, dus precies. En
je mag gewoon threshold zeggen hoor. Ik deed het niet omdat ik probeer... Kijk, het jargon bij mijn werk is zo vaak Engels. Ik denk van ja, als we nog een mooi Nederlands woord kunnen vinden voor een Engelse term, dan moeten we geen onnodig Engels gebruiken. maar threshold is wel gewoon de correcte term. Grenswaarde, dat verzon ik net ook maar. Maar inderdaad, dus bij zo'n in machine learning heb je een bepaald probleem. Je hebt een cel input en je wil een bepaalde output. En daartussen zit een zekere wiskundige functie. En die kun je soms gewoon letterlijk als een wiskundige functie uitleggen. Dat kan bijvoorbeeld een parabool zijn. Dus je hebt een aantal datapunten. Je kan dan proberen te kijken welke parabool past dan precies goed op die datapunten. En op basis daarvan kun je een trend voorspellen, bijvoorbeeld. Of welke lijn past op de datapunten. Een neuraal netwerk is in wezen niks anders dan ook een wiskundige functie die niemand meer begrijpt. Dus inderdaad, je hebt een bepaalde input. Dat kan dus... laten we een voorbeeld nemen. Ik heb net een project afgerond om Bengali handschrift te herkennen. Dus Bengali. Ik kan niet lezen, dus ik hoefde niet eens te begrijpen wat ik aan het doen was. Bij Bengali, dat wordt gesproken in India. Of misschien zeg ik nou iets controversieels. Ik ben niet heel goed ingelezen, eerlijk gezegd. Maar voor mij ziet het er als India's uit. Ik kan niet lezen. Maar het is interessant dat jij het niet hoeft te weten. Je hoeft er zelf niks over te weten. Precies. Je moet natuurlijk wel wat over je dataset leren, maar ik hoef die taal zelf niet te spreken. Omdat ik dus geen expliciete regels meer aan het inprogrammeren ben. Right? Dus daar komt die machine learning en neurale netwerk om de hoek kijken. Wat ik alleen heb, is ik heb een dataset met bepaalde tekens. En iemand heeft die dan gelabeld, zegt van dat is dit teken. Dan beginnen we met een neurale netwerk. Hè? Dus dat is eigenlijk dus een hele grote verspreide functie die je niet meer in één makkelijke vergelijking kan opschrijven. Dan gooi je de input in. Dan netwerk maakt een bepaalde predictie. Gewoon puur op basis van de stimulaties van die neuronen. En de combinaties van die neuronen. En dan komt er een bepaalde output uit. En wat je dan zegt. En dat is wezenlijk wat met machine learning en neural networks gebeurt. Specifiek neural networks trouwens. Ik zal de verwarring niet groter maken. Je krijgt dan een output die is goed of fout. En dan heb je vervolgens wiskundige trucs. Om op basis van. Of het goed of fout is, je netwerk te corrigeren. Oké, dus die correctie die je uitvoert is wel iets wat jij doet. Dat is niet iets wat je overlaat aan de neurale netwerk zelf. Je programmeert de wiskunde. Je programmeert de wiskunde zelf niet eens. Dat is heel ingewikkeld. Er zijn heel veel softwarepakketten die dat voor je doen, weet je wel. Ja. Maar dat is gewoon wiskunde. Dus het zijn differentiaal vergelijkingen. Maar de details daarvan doen er eigenlijk niet toe. Het algemene principe is dat. Dat is niet helemaal hetzelfde. Dat noemen ze supervised learning. Dus je geeft aan voor een bepaald voorbeeld van oké, ik ga het door een netwerk heen doen. Wat is de output? Is dat goed of fout? En als het fout is, dan probeer je dus de gewichten. Ja, dat hebben we nog niet geïntroduceerd. We hadden net over threshold. Maar dus je kan uitdrukken met gewichten hoe sterk de relatie tussen twee neuronen is. Okay. En als een bepaald neuron belangrijker blijft te zijn, dan wil je die versterken. En als die bijdraagt aan een foute output, wil je die juist afzwakken. Maar goed, dat gaat tussen miljoenen verschillende neuronen, weet je wel. Dus dat is heel moeilijk om visueel voor te stellen. Maar het punt eigenlijk is dat er dus wiskundige trucs zijn om op basis van een goede of foute output die gewichten aan te passen. En wat het resultaat daarvan is, dat je een netwerk krijgt met gewichten die niet meer echt inzichtelijk zijn. Als je dat probeer te printen of zelf te visualiseren. Het is gewoon een lijst met miljoenen eentjes en nulletjes. Maar dan 1,131, et cetera. Dus dat voor een mens betekent dat niks meer. Maar wat je dan hebt gebouwd is eigenlijk een hele uitgebreide functie. Om voor bepaalde input, bijvoorbeeld een bepaald handgeschreven karakter. In het alfabet een A of een B. Dan ook een bepaalde output te hebben. Namelijk, je wilt dat de computer zegt, dit is een A. Ik weet niet hoeveel duiken ik kan maken, zeg maar, zonder dat je de wiskunde in moet duiken, die ik zelf niet goed beheers. Ja. Ik weet ook niet of het veel duidelijker dan dat kan worden, want het is ook een redelijk onbegrijpelijk iets wat je al zei voor een normaal persoon, om die volledige wiskunde te begrijpen of überhaupt helemaal te overzien. Dat is waarom we het soort van externaliseren naar softwarepakketten en dergelijke die het voor je doen. Ja, je hebt mensen die het goed begrijpen hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Alleen als je dus de wiskundige regels erachter begrijpt, betekent het nog niet dat je begrijpt waarom een netwerk voor een bepaalde input een bepaalde output geeft.
Want dat hangt je van andere dingen af. Dat hangt van je dataset af, waar je hem op traint. En het punt is, als je naar een netwerk gaat kijken, vind je nergens een regel die zegt, oh oké, ik weet wat de letter A betekent. Dus dat is dan gedistributeerd, dat is die intelligentie is eigenlijk verspreid in een netwerk, als je het zo wil zeggen. Ja, dat is interessant, want dan is in principe niet meer één onderdeel van het geheel heeft een intelligentie, maar het systeem als geheel kan de intelligentie hebben of kan de output geven die zegt, ik begrijp wat deze letter in het Bengali is. Ja, behalve dus dat je dus vraagtekens kan zetten bij het woordje begrijp. Ja. Want dat is het grote verschil tussen die neurale netwerken en mensen. Dat, kijk, als jij een bepaalde beslissing maakt en dan, goed, mensen maken fouten. Dus soms maak jij ook een fout. Maar dan kan iemand naar jou toe komen die vraagt je van, ja goed, wat is er eigenlijk gebeurd? Dus je kan eigenlijk helemaal uitleggen van, hoe ben je tot die beslissing gekomen? En waarom heb je die beslissing eigenlijk genomen? Nou, dan leg je dat uit. Maar dat is nog niet zo makkelijk als je een of ander netwerk hebt met miljoenen gewichten. Wat gewoon getallen zijn die op een of andere manier samenhangen. En je kan nergens zeggen van, oh, hier precies zit kennis. Of leg even uit hoe je tot die beslissing bent gekomen. Ja, goed, ik heb het in een wiskundige functie gegooid. Dan kwam dat eruit. That's it. Ja. En dat is natuurlijk problematisch als algoritmes een hele grote rol. Dat soort algoritmes een hele grote rol in de maatschappij gaan spelen. Maar nu is het dan niet zo. Daar op je natuurlijk al een ander interessant punt. Maar ik wil eerst nog een andere vraag hierover stellen. Waarom is het geen gradueel verschil tussen mijn uitleg van. Tussen de complexiteit van mijn neurale netwerk en de complexiteit van het neurale netwerk van die Bengali-functie. Want je zou kunnen opperen dat mijn uitleg van mijn redenen om zus of zo te doen, niet voldoen aan de biologische onderbouwing van wat mij toegedreven heeft om het een of ander te doen. Bijvoorbeeld als ik een super goede dag heb gehad, de zon schijnt en ik heb veel meer vitamine D in mijn lichaam of whatever. En er wordt veel meer. En ik heb net getraind en mijn lichaam maakt allemaal dopamine vrij en dergelijke. Ja, ja, ja. En ik word onheus bejegend tegen iemand en ik reageer heel aardig, want het maakt me niet zoveel uit. Dan kan ik zeggen, nou ja, weet je, die persoon had ook maar een slechte dag en het zullen lekker weer, het maakt uit. En toen je afvraagt van, voel je je lekker? Zeg je, ja, mijn dopamine niveau vandaag is echt heel erg goed. Ja, dat zeg ik niet. Dan leg je ook niet uit van, dat zal wel komen, want dat en dat. En die neurotransmitter, die gaat helemaal los. Ja, dus is het... dus de vraag is, zijn wij niet gewoon gedesillusioneerd? Denken we dat het te maken heeft met... Denken we dat we het kunnen uitleggen terwijl het gewoon een bag of tricks is? En... is onze complexiteit gewoon niet gradueel beter dan de complexiteit van huidige neurale netwerken? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met gradueel beter. Dus is er echt een substantieel verschil tussen mijn intelligentie en de manier waarop een neuraal netwerk werkt? Of is dat gewoon dat mijn neuraal netwerk veel complexer en veel groter is? Nou ja, dat is denk ik de kern van de zaak, ja. Dus sommige mensen zeggen van, als ze goed genoeg worden in die neurale netwerken bouwen, en dan daar komt echt wel een zeker optimisme bij kijken, dan kunnen we menselijke intelligentie benaderen. Simpelweg omdat we weten gewoon, het is gewoon een feit, dat menselijke intelligentie komt ook op een of andere manier naar boven borrelen als je genoeg neuronen in je hersenpan hebt. En je weet ook dat als je er een paar met een grote hamer wegslaat, dat je opeens niet meer zo intelligent bent. Dus dat is inderdaad een goed punt. Van, kijk, de hoop is natuurlijk dat zodra je beter wordt in dat soort netwerken bouwen met computers, dat je inderdaad menselijke intelligentie benadert. Maar dan negeer je ook wel heel veel dingen. Van die netwerken die nu worden nagebouwd, die zijn niet helemaal plausibel biologisch. Het is een beetje losjes geïnspireerd. Dus het is echt niet alsof ze dingen aan het nabootsen zijn. Is er evolutie nodig? Dat weet je ook niet. En die vraag inderdaad, op een gegeven moment, wij hebben bewustzijn en intelligentie. Is dat iets essentieels anders? Kan dat voortkomen of is het een bijverschijnsel? Dat kan natuurlijk ook nog. Mm. En dan heb je wat je aankaart en nog de vraag van, wat is een betekenisvolle manier om gedrag uit te leggen?
Ja, en ik zou zeggen, al die neurale netwerken te spijt. Als ik in jou vraag hoe gaat het en jij antwoordt, ja, mijn dopamine niveau is helemaal goed, heb je mijn vraag niet beantwoord. Dan is het gewoon betekenisloos. Althans, het zegt wel wat, maar het is geen normale manier om te praten tussen mensen. En het is ook niet heel effectief. Mm. Mensen hebben een hele, hele goede taal ontwikkeld om emoties te communiceren, om ze van elkaars gezicht af te lezen. Daar hoef ik niks over je hersenpan van te weten. Dus dat is ook nog weer een ander probleem, snap je? Ja. Oftewel, ik kan je vragen maar niet beantwoorden, want er zijn zoveel lagen. Ja, ja, precies. Om verder ga ook over wat je net zegt. Je hebt hetzelfde probleem in de neurowetenschappen dat het ontdekken welke neuronen vuren wanneer je blij bent, is niet hetzelfde als de emotie blij uitleggen of snappen. Ja, en ik denk dat goede wetenschappers, die weten dat zelf donders goed. Ja. Alleen die schrijven dan, ja goed, dat is een beetje hoe het in de praktijk werkt. Hè? Die schrijven dan een paper en dan zeggen ze van, nou ja goed, met een statistische p-waarde van zoveel durven we te zeggen. En dan maken ze een hele voorzichtige conclusie. Dan wordt dat, gaat dat naar het persbureau van de universiteit. Die zeggen van, we hebben de, nou goed, die dikken dat dan weer een beetje aan. Dan komt er een journalist. Die gaat we hebben de geluksneuronen gewonden. En die zeggen van, we weten nu waar, het, waar geluk gelokaliseerd is. Ja. Nou ja, goed. En dan als filosoof, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen rinkelen. En zeggen van, ja goed, kun je een concept lokaliseren? Kan dat bijvoorbeeld? Ja. Hoe zou dat allemaal moeten werken? Dus ik denk wat nieuws dat mensen daarover horen, dat, ja goed, in een goede wetenschappers, die zijn er zelf al wat voorzichtiger in dan wat in het nieuws komt. Ja, precies. Ja, ja, ja. En het is wel altijd goed om daar een paar vraagtekens bij te stellen. En ook je te beseffen dat, ja, de AI is echt gehyped. Dus er zijn heel veel redenen, ook voor bedrijven, om heel erg te roepen, ah, ik gebruik AI. Terwijl het zijn technieken die ze al 20 jaar hadden, maar nu hebben ze gewoon een nieuw label erop geplakt, snap je? En ze hebben sterkere processoren waar ze er meer mee kunnen nu. Dat ook, ja, dat is ook een goed punt. Want je zei van, ja, is er een gradueel verschil tussen, dus als wij gewoon grotere, betere netwerken bouwen, in de Amerikaanse stijl, bigger, better, hebben we op een gegeven moment menselijke intelligentie. Maar ja, wat wel zo fascinerend is aan die menselijke hersenen, is dat ze, ja, ze werken met elektriciteit, dat ten eerste, maar met gigantisch weinig elektriciteit. Dus ze zijn extreem efficiënt en ook heel erg snel. Ja. Terwijl als ik zo'n neuraal netwerk bouw om handschrift te herkennen, ja goed, dan als je dat thuis op je pc doet, is de energierekening wel vrij hoog, laat ik het zo zeggen. Dan gebruik je dure grafische kaarten en die slurpen heel veel elektriciteit. Ja, ja. Dus we zijn gewoon heel inefficiënt op dit moment nog met AI. Ja, en chips worden natuurlijk ook beter en zo. En, maar ja, het is een groot mysterie hoe die hersenen dat zo efficiënt kunnen doen. En het is een hele grote open vraag of er een essentieel verschil is of niet. En dat is op meerdere niveaus, over bewustzijn ook, intelligentie, gewoon puur computerkracht, energieverbruik, is evolutie nodig. Dat zijn allemaal aspecten die je wel kunt bestuderen als je inderdaad iets onder de noemer van kunstmatige intelligentie gaat doen. Hmm. En dat is aan zich heel interessant, maar ik heb geen antwoorden, helaas. Zijn zelflerende systemen, hebben die niet sowieso evolutie, doordat ze in verschillende iteraties leren van hun fouten? Alhoewel dat natuurlijk een ander soort intelligentie is, of ja, evolutie is. Je hebt gelijk inderdaad dat hoe je zo'n ding traint, is door ze heel veel voorbeelden te laten zien. Je zegt bij elk voorbeeld van, dat is goed, die is fout. En als je dat lang genoeg doet, dan gaat hij goede output geven voor bepaalde inputs. Dus hij leert gewoon een input-output mapping, wat een hele grote wiskundige, nou ja, eigenlijk een verzameling wiskundige functies is. Ja. En wat was je vraag dan? Nou, wacht, laat ik even een andere vraag stellen. Want deze deed het in mijn hoofd, maar we komen er niet op. Maar de reden dat ik die vraag stel, is het verschil tussen menselijke intelligentie en AI gradueel of essentieel, is omdat omdat ik denk namelijk ook dat verschil essentieel is. Ik denk dat wat AI's met Go en met schaak, of ja, met schaken dan niet, met Go en met andere dingen doen, wezenlijk iets anders is dan wat wij doen met onze intelligentie. Maar waar ik dan niet uitkom is dat als je dat aanneemt, wat jij denk ik ook denkt, of dat jouw intuïtie is, dan kom je er bijna niet uit om aan te nemen dat menselijke intelligentie iets niet fysieks is. Ja, ja, ja. En dan wordt het ook weer ongemakkelijk. Want en dan komt Descartes weer om de hoek kijken. Ja, want willen wij nog toegeven dat het iets als een ziel is?
Of iets dergelijks. Ja, of ja, een ziel. Of überhaupt iets niet, of iets, ja. iets überhaupt niet, iets niet mentaals. Of is iets er, niet fysiek. Ja, is er iets dat we niet kunnen reduceren? Ja. Ja, ik heb daar een onderbuikgevoel over. Maar ik moet meteen een disclaimer zeggen. Dat was in de filosofie dus nooit mijn interesse geweest. Oké. Okay. Dus ik heb daar waarschijnlijk geen hele slimme mening over. maar wat voor een strategie ik zou aanpakken om zo'n vraag te beantwoorden. Ja, is misschien meer kijken naar wat voor verschillende manieren, wat voor niveaus kun je gedrag uitleggen. En er zijn gewoon verschillende manieren om iets uit te leggen. Dus ik zou die vraag van wat is intelligentie echt of zo, is ook helemaal omzeilen. Doe eens een poging dan, of geef een voorbeeld. Nou, we hebben al twee manieren om menselijk gedrag te verklaren verkend. En die kunnen allebei valide zijn, maar op een hele andere manier. Mm-hmm. Dus voorbeeld. Nou ja, jij zei van, waarom is Chad blij? Ja, nou ja, Chad is blij omdat hij heel veel... dan zeg ik alweer omdat, dan ga je natuurlijk causaliteit alweer impliceren. Maar goed, voor de sake of argument. Chad is heel erg blij omdat het gigantisch lekker weer is. Hij heeft een meevaller en hij kon ook nog eens een podcast met Edwin doen. Fantastisch. Right? En ik kan zeggen van, ja, goed, je neuronen zijn gewoon lekker aan het vuren. En je hebt de juiste neurotransmitters zijn aanwezig om een gevoel van gelukzaligheid of gewoon lekker voelen teweeg te brengen. En het punt is niet dat die uitleg verkeerd is, snap je? Het is gewoon een andere kijk op hetzelfde. En ik denk dat dat uitmaakt, als je het over intelligent gedrag hebt, ja, misschien... Dat het een beetje het gedoodverfde adagium is dan... misschien is intelligence in the eye of the beholder. Zoiets. Ik zal niet hoe je hiermee de vraag omzeilt. Want dan nog moet je ergens... Jouw vraag was toch van... als je dan gaat zeggen van... intelligentie... Er is iets dat niet reduceerbaar is in intelligentie. Right? En als je dat onderbuikgevoel hebt, wat je zei dat je hebt, en ik heb dat misschien ook wel een beetje inderdaad, ja. Al ben ik daar niet helemaal over uit. Wat is dat dan precies dat niet reduceerbaar is? En als je daar dan weer een antwoord op moet geven, wordt het snel een beetje moeilijk en ongemakkelijk. Alleen vraag ik me nu af of je herformuleert de vraag zoals ik hem stelde, en ik dacht dat... Dus ik vraag me af of dat... Nu vraag ik me af of dat klopt, die herformuleren. Want mijn vraag is in principe... Als je wil aannemen... want laten we gewoon even naar kijken. Want als je wil aannemen dat er een essentieel verschil is tussen wat een AI kan... Of neurale netwerken zoals het programmeren kan doen in potentie. En wat wij doen met onze... Whatever. ik wou zeggen brein, maar die fout gaan we niet maken. Als daar een essentieel verschil in is, dan moet je bijna wel aannemen dat dat verschil te lokaliseren, niet fysiek te lokaliseren is. Dus dat wat onze faculteit, wat wij hebben, wat totaal anders is dan een neuraal netwerk, niet in het fysieke ligt. En dan wordt het inderdaad heel ongemakkelijk. Ja, en de omzeiling is dan eigenlijk te zeggen van, als we het over intelligentie hebben of over intelligent gedrag, dan is dat een emergente eigenschap die je altijd van buitenaf bekijkt. En je hoeft dus niet te vragen, wat zit er nou echt in het kopje van het algoritme, of wat zit er nou echt in het neurale netwerk, waar precies zit die intelligentie? Als een systeem complex genoeg wordt, dan gaat de voorspelbaarheid van het systeem ook heel erg omlaag. En dan ervaren mensen iets al heel snel als intelligent. Ook als je een robot bouwt die menselijke emoties vertoont, maar ook gedrag vertoont dat je juist niet verwacht, dan in de praktijk gaan mensen dan meteen heel erg empathiseren met zo'n robot. Of ja, je kan hem natuurlijk extra schattig ook maken en er een zeehondje van maken natuurlijk. Maar het punt is, dat is een manier waarop mensen in het dagelijkse leven tegen andere bewegende agenten aankijken. Ja, daar heb je niet echt een goede vertaling voor. In het Engels noem je dat een agent. Iemand die keuzes maakt. Dan gaan we iets intelligent noemen. En dat is een beetje onafhankelijk van de vraag van of dat dan echt intelligent is. Ja. Ik beantwoord je vraag dus eigenlijk niet, maar dat is dus voor mij een beetje de omzeiling die ik probeer te maken. Ja, wat je eigenlijk lijkt te zeggen is, kijk, intelligentie is niet zozeer iets wat in een entiteit zit of in een agent zit, maar is iets wat wij aannemen wanneer iemand of iets een bepaald soort gedrag vertoont.
Ja, en de vereiste daar is dat een systeem complex genoeg is en bepaalde eigenschappen vertoont, die dus ook niet per se ergens te lokaliseren zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als het systeem gewoon complex genoeg is, dan ga je op een gegeven moment zeggen van, oh, ik ben eigenlijk verrast dat hij dit doet. En dat kan een voorwaarde zijn om iets intelligent te gaan noemen, dat ze met inzichten komen. Bijvoorbeeld, om maar aan te sluiten bij die spellen dan. Je hebt dan Go-spelers en wat die dan opmerkten over dat algoritme dat Go dus heeft uitgespeeld en ook van de wereldkampioen, ik weet zijn naam niet, maar won. Mm. Is dat die mensen horen van, ik heb wel echt gevoel dat ik tegen een soort van een hele rare, intelligente mens aanschaak. Of aan, ja, hoe zeg je dat? Go-in? Ja, Go-in, ja. Go-spelen. Go-spelen. Ja. Is dat je, die hebben strategieën ontwikkeld die zo buiten elke traditie liggen. Dus ze waren heel erg verrast door die strategie. En dat geeft toch wel een indruk van intelligent gedrag. Omdat ze zeggen van, ja goed, het is extreem creatief of out of the box denken. Al dat soort termen worden meteen tegenaan gegooid. Maar mensen ervaren dat meteen ook zo. En ook al emotioneel, I guess. Ja. Dit is inderdaad een omzeiling van de vraag. Ik kwam er meteen voor uit. Ja, want ik word eigenlijk nu een beetje achtergelaten met zo'n gevoel van, wacht even. Ik weet niet zo goed. Inderdaad, ja. Je herpositioneert de vraag op een andere manier. Waardoor het heel lastig wordt om nu te gaan stellen. Oké, maar en ik voel ook dat die vraag overblijft. Maar dan weten we nog steeds niet waarom, wat er in die persoon gebeurt, waardoor die het gedrag kan vertonen die ik kan ervaren als zijnde wel of niet intelligent. Ja, maar dat is op zich een hele legitieme vraag die je ook kan beantwoorden. Althans, je kan proberen beantwoorden. Je kan proberen zelf modellen te bouwen en dan zie je hoe ver je komt. Mm. Maar goed, ja, dus nogmaals, dat is niet mijn expertise. Dus dit is gewoon een opgeschaald onderbuikgevoel. Kan ik het zo noemen? Ja, precies. Ja, sure. Hoe is het eigenlijk met Go? Was dat een... wat ik nog niet snapte was... of die AI, AlphaGo was het volgens mij, of die zelf de regels van het spel heeft ontdekt, of dat die wel bepaald waren? Dat is een goede vraag. Ik ben niet zo geïnteresseerd in Go, dus ik ken het niet super goed. En ik mis ook alle karakteristieken van typische AI-student, want ik vind documentaires over... Go en AlphaZero en alles. Denk van, ja, pas ik al snel voor. Maar goed, dat tezijde. Een kleine disclaimer dus. Ja. Dus misschien is niet 100% accuraat wat ik zeg. Maar wel meer dan bij schaak. Ja, dus bij schaak is het zo dat de programmeur die voert inderdaad in van, dit zijn de regels van het spel. Of ze dat echt hebben ingeprogrammeerd bij Go, weet ik niet eerlijk gezegd. Maar wat wel een duidelijke verbetering daar is, is dat normaal gesproken bij machine learning problemen en met neurale netwerken heb je een dataset en dan moet je die vaak labelen en zeggen van, dit is een goede move, dat is geen goede move. Dus de kwaliteit van je netwerk is ook heel erg beperkt door de kwaliteit van goede data. En je ziet ook dat de progressie in dat veld hangt heel erg samen met het openbaar gemaakt worden van hele goede grote datasets om je netwerk op te trainen. En wat ze dan bij AlphaGo Zero hebben gedaan, wat tegenwoordig steeds meer de trend wordt in meerdere toepassingen. Deepfakes is een voorbeeld. Kunnen we het nog even over hebben. Is dat in plaats van een dataset te maken waarop je dan zo'n ding eindeloos moet trainen, is ze nemen twee netwerken en die laten ze tegen elkaar spelen. En je vertelt dan nog wel van, oké, wanneer heb je verloren, wanneer heb je gewonnen. Mm-hmm. Maar die netwerken die maken elkaar dus beter. Dat is wel een heel interessant concept. En wat je dan doet is eigenlijk je eigen trainingdata genereren met een ander netwerk. Vet. En die stimuleren elkaar zo om steeds beter te worden. En dat heeft het trainen en de kwaliteit van die modellen heel erg verhoogd. Gebeurt dat trainen in... Is dat zeg maar zo'n real-time iets wat gebeurt? Of is dat zo'n, weet je wel, als je vroeger bij videogames had, resolve this battle met een AI. Zeg maar, hoe vindt dat plaats? Je hebt verschillende manieren van leren. Ik heb nu dat supervised leren genoemd. Ja. En dat is echt iets wat je doet voordat een applicatie online gaat.
Maar zoals bijvoorbeeld ook, je hebt ook reinforcement learning, ook in de biologie. Dus je hebt een bepaald systeem, een hond bijvoorbeeld. Nou, die loopt in je kamer rond, die poept op je tapijt. Dan zeg je foei. Dan ruim je het op. Nou ja, goed. Ja. En dan, als dat een paar keer gebeurt, dan leert die hond terwijl die gewoon in een werkelijke omgeving aan het interacteren is. Dus je hebt ook reinforcement learning systemen van, en dat is inderdaad wel real-time, wat jij zegt. Dan beginnen ze gewoon te spelen. En dan tijdens het spelen krijgen ze feedback van, oh, dit was een goede uitkomst, ja of nee, van het spel. En op basis daarvan leren ze dan. Maar dat is real-time leren. Alleen, weet je wat is, als je dat visualiseert, dan denk je meteen van, oh, dan zit er een bord bij en zo. Maar dat gebeurt natuurlijk allemaal veel sneller als je de hele grafische omgeving achterwege laat. Ja. En gewoon twee computerprogramma's tegen elkaar ziet spelen. Die spelen, weet ik veel, misschien wel 1000 potjes in 10 seconden. Ja, precies. Dat is echt ongelooflijk. Ja. We hadden het over voordat ik deze vraag stelde. Ja, ik had jouw vraag omzeild en daar was je heel erg boos over. Ja. Maar daarvoor hadden we het ook nog over. We hadden over Go, we hadden het over. En je maakte net voor ik die vraag stelde, maakte je een opening naar het gevaar van wanneer zulke AI's, of zulke AI's inderdaad, heel veel dingen in het leven gaan bepalen, in onze wereld gaan bepalen. Ja, precies. Ik had het idee daar dat je daarmee een nieuw onderwerp aan het openen was. Ja, dat kan. Ik heb een paar lijntjes uitgezet. Daar heb je gelijk. Nee, ook die deepfakes en zo. Nou ja, wat ik als... Deepfakes inderdaad, ja. Nou, misschien kunnen we die eerst doen. Want dat stelt een beetje aan met dat idee van tegen elkaar... van netwerken die op elkaar oefenen. Ja. Dus wat om even uit te leggen wat deepfakes zijn. Dat was een beetje een hype. Ik weet niet of de hype al een beetje over is al. Nou, maar het was veel in het nieuws. Ik zie de laatste tijd... het was inderdaad een paar jaar geleden of twee jaar geleden of zo. Was het, toen kwam het net uit. Ja. Het komt niet echt veel op het nieuws. Maar toevallig heb ik... Echt een paar dagen geleden heb ik ontdekt dat je zelf deepfakes kan maken. Ja. Met Deep Face Lab en nog andere heb je. Ja. Alleen ik heb het nog niet uitgeprobeerd, want ik weet niet of ik... Ik zag al dat ik moest programmeren en zo. Ik dacht, ah shit, laat maar. Ja, oké. Als het geen simpele click-and-point user interface is, dan haak ik al af. Maar vaak met een app kun je toch in principe gewoon plaatjes uploaden, neem ik aan? Of? Video's, het ging over video's dit. Ja, precies, oké. Ja, dus inderdaad, ze kunnen met video's ook steeds beter. En online is het vooral grappig, want de hoofdtoepassing lijkt te zijn Nicolas Cage in elke oude film zetten. Wat een mooie toepassing is, heel, heel onschadelijk en top, gewoon doen. Nee, maar het is een interessante techniek, omdat... De technieken achter is dus twee neurale netwerken. En de eentje die train je om plaatjes te genereren van mensen die dus niet bestaan. Maar die wel heel realistisch lijken. Je hebt een tweede netwerk en diens enige taak is zeggen tegen dat andere netwerk van deze is echt, deze is fout. En dat is dus net zo druk als bij dat Go-algoritme. Dat je dus je data genereert. Dus je trainingsdata die produceer je zelf in de interactie tussen die netwerken. Dus je hebt dan een netwerk die maakt een plaatje. Dan zegt die andere van, dat is niet echt. En dan heeft hij het goed of fout. En op basis daarvan wordt die andere beter. En die andere wordt ook steeds beter in herkennen wat dan een echte en neppe zou moeten zijn. En in die feedback loop heb je dus uiteindelijk een netwerk dat dus extreem goed kan zijn. Het kan ook helemaal de andere verkeerde kant op gaan. Dan krijg je hele rare psychedelische resultaten. Die dus heel goed is in het produceren van plaatjes van mensen die echt levensecht zijn. En voor de luisteraars thuis, er is een website uitgekomen, volgens mij ergens in 2019. Heet thispersondoesnotexist.com. En dat is wel de moeite waard om even te kijken. Ja, misschien kun je het nu ook even doen. En dat zijn dus plaatjes van mensen die niet bestaan. En ik kan dat zelf bijna nooit zien. Dus wat je... Ik ga gewoon dan meteen mijn scherm delen. Maar dit is dus, wat is dit precies? Nou, dus even kijken. Dus daar rechts onderin zie je Imagined by a Gun. Dus het is een Generative Adversarial Network. Nou ja, dat is een beetje wat ik net zei. Dat is dus een techniek om plaatjes te genereren. En dat adversarial wil zeggen
Dat zijn twee netwerken die dus tegen elkaar aan het spelen zijn. Dus dit is een resultaat van een spel tussen twee neurale netwerken, van de een realistisch plaatje probeert te maken en de ander probeert te betrappen en zegt van nee, dit is wel of niet realistisch. Maar dit is geen Photoshop, dit is een echt gemaakt, plaatje. Dit is gewoon helemaal van scratch, gemaakt door een algoritme dat met niks begon. En karakteristieken van wat mensen zijn, heeft geleerd en dus heel erg... extreem realistische plaatjes maakt. En je kan het vaak alleen zien aan de achtergrond en de randen van de haar soms. Ja. Wauw. Maar dit... Dat is crazy. Wat hier met de kleren bijvoorbeeld aan de hand is, weet ik niet helemaal. Nou, dit is een beetje vreemd inderdaad. Ja, maar je ziet ook dat de focus op die gezichten is. Daar is hij natuurlijk op getraind. Ja. Maar dit is bizar. En ze kunnen dit ook steeds beter met... kijk, hier die stropdassen onderzweeft een beetje. Zie je dat? Ja. Ja, hij is ongeveer dezelfde op de goede plek, maar... Wauw. Maar ja, dit is dus fascinerend. Dit kunnen mensen dus tegenwoordig. En je kan je dus afvragen dat we gaan dus blijkbaar nu naar een punt toe waarop foto's helemaal gefabriceerd kunnen worden. Waarop je dit dus ook kan doen door... Want dat is het deepfake element, dat je dus een bestaand gezicht op iemand anders kan plakken. Dat werkt met een soort gelijke techniek. En dat gaat dus nu ook met video's gebeuren. En daar worden ze steeds beter in. Dus je kan je dan afvragen van, joh, gaan we nou naar een punt toe waarop zelfs die paar dingen die nog in het digitale domein redelijk onomstotelijk waren, namelijk, weet ik veel, als ik jou een criminele activiteit zie doen en ik heb een foto of een video daarvan, dat is redelijk goed bewijs, zou ik zeggen, right? Mm-hmm. Maar valt zelfs dat nu nog weg, is de vraag. En dat kan wel rare consequenties hebben. Ook, ja goed, je hebt dan het equivalent probleem is een beetje in het domein van tekst produceren. Je hebt ook bots die hele lappe tekst, geloofwaardige tekst kunnen produceren. Dus fake news bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ja, de vraag is dan van, leidt dat tot een hele gevaarlijke verwatering van wat wij nog... Kijk, ons vermogen om feit en fictie te onderscheiden wordt al gewoon op dagelijkse basis moeilijker en moeilijker. Want we worden overladen met informatie en de helft is door bots geschreven onderhand en we... Zelfs de mensen die nog, de echte mensen, zeg maar, op het wereldtoneel, die spelen ook wel voorzichtig, reek onvoorzichtig met de waarheid om. En dan komen dit soort dingen er ook nog eens bovenop. Kun je zelfs videobewijs niet meer vertrouwen op een gegeven moment. Ja. En je kan ook best wel dus, ik stel me zo voor dat je de, stel je voor dat je een of andere belangrijke politicus met een geweldig goede deepfake een gigantisch racistische uitspraak laat doen de avond voor verkiezingen. Ja, dan kun je wel een technologie ontwikkelen die je dan vervolgens zegt van 3 dagen na de verkiezing van ja, dat is een deepfake. Ja, maar als die technologie zo goed is dat mensen dat zien en het meteen geloven, dan is de schade al gedaan. Ja, inderdaad. Want je hebt wel, want mijn vraag was inderdaad, je hebt ook de deepfake detectietechnologie wat aan het ontwikkelen is. Ja. Tenminste, daar heb ik wat koppen over gelezen, niet de artikelen zelf. Maar... Wat je zegt inderdaad, als je zo'n filmpje de avond voor de verkiezingen doet, ja, dat heeft helemaal geen hond niks aan. Ja. Dat je die technologie hebt. Net als je er niks aan hebt als een krant een leugen publiceert en alsnog het rectificeert. Ja, want ik bedoel, de imagoschade, dat werkt. De psychologie van mensen werkt gewoon niet zo. Je ziet het, je gelooft het. En de imagoschade is dan eigenlijk al geleden. En dit is gewoon één voorbeeld, right? Maar ja, je kan allemaal rare scenario's verzinnen waarin het gewoon best wel grote impact heeft. En wat ik dan interessant vind, is dat als ik dat om me heen zie, dan de AI aanpak, is gewoon ja, betere technologie ontwikkelen om dat op te lossen. En dat moet ook gebeuren, right? Mm-hmm. Maar ik vind het interessant dat het dus dit soort problemen nooit helemaal een technische oplossing kunnen hebben. Om bijvoorbeeld wat ik net zei, dat zo'n disruptie met een deepfake, een goed geplaatste deepfake, heel effectief kan zijn. Onafhankelijk van dat mensen weten dat het nep is. De hoofdcontroverse over deepfakes ging heel erg over porno. Dat de gezichten van bekende mensen worden op bestaande pornovideo's geplaatst. En die gaan dan op internet. En ja, dan kun je wel zeggen van, nou, dat is nep. Alleen het ziet er zo extreem echt uit, dat die persoon waar dat, als je overkomt, dan voel je wel heel erg aangevallen in je eigen lichamelijke integriteit. Ja, heel gek. En dat zijn effecten die je niet kan oplossen met een technisch antwoord.
Niet alleen. Niet alleen, ja, ja. De vraag is ook, kun je, want soms heb ik het gevoel dat we in een soort van technologisch determinisme zitten, waarbij je ook niet kan stoppen om deze technologie te ontwikkelen, want ja, op het wereldtoneel wordt het ontwikkeld. Dus ja, 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 als de VS niet ontwikkelt, gaat China het ontwikkelen. Als China niet ontwikkelt, gaat Rusland of Europa het ontwikkelen of whatever. Ja. Dan zit je dus met zo'n vraagstuk van oké, maar als ik het niet doe, doen degenen die het doen die ik niet vertrouw. Ja. Dus ik moet daar wel mee. Daar zit een heel goed voorbeeld van. En die discussie die is ook echt wel gaande. Je hebt een instituut, dat heet OpenAI. Mm. Die hadden bijvoorbeeld dus een algoritme ontwikkeld dat je geeft die een paar woorden en dan kan die een hele pagina coherente, geloofwaardige tekst produceren. Dus dat is best indrukwekkend. En dat was technologisch gezien een hele grote vooruitgang. Maar die, ja goed, die willen een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn. En die hadden dan vervolgens gezegd van, ja, we kunnen dit, maar we publiceren dit nu nog niet. We wachten nog een aantal maanden, omdat we bang zijn voor misbruik. Ze zijn bang dat dit gaat bijdragen aan een nog grotere golf van fake news en dat ze het internet kapot maken, basically. Met alle gevolgen van dien voor ook democratie, om wat te noemen. Wat heeft dan het effect van een paar maanden wachten? Nou ja, dat is dus een goede vraag. De hoop is dan dat in de tussentijd de publieke discussie komt over hoe acceptabel zo'n technologie is, denk ik. Mm. Dus ik denk dat ze gewoon, en dat op zich een hele zinvolle gedachte, dat ze dus herkennen dat hun technologie niet helemaal ethisch neutraal is. Ja. Ook al, ja, dus dat ze niet helemaal controle hebben over hoe die technologie wordt gebruikt. Maar dat ze wel goede redenen hebben om misbruik te anticiperen. Dus dat vind ik op zich een hele verantwoordelijke houding. En wat je dan erkent is dat die technologie impact heeft op de maatschappij. En dat de maatschappij dus ook een zegje moet kunnen hebben. Ja, en dan het ideaal is natuurlijk dat via mooie democratische processen gaat. Maar dus ik denk dat is de rationaal achter dat uitstellen. Net zoals dat mensen in computerwetenschap die bezig zijn met computerbeveiliging, die vinden heel vaak lekken bij een of andere grote applicatie. Mm-hmm. En dan is het ethisch om dat lek meteen te melden, maar niet te publiceren. Daar wachten ze dan vaak mee. En dat is dan natuurlijk om bedrijven de gelegenheid te geven dat lek te dichten voordat je basically een handleiding online zet van hoe breek ik in bij mensen de computer. Ja, 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 precies. Dus dat is een beetje de gedachtegang. Maar dat determinisme, dat zie ik ook heel veel. Het is een keiharde drogredenering op een bepaalde manier. Want rechtvaardigt bijna elke maatregel. Mm. Als je zegt van, er gaat wel iemand zijn die het gaat doen. En ik weet van mezelf dat ik goede intenties heb. En dat rechtvaardigt dat ik het dan doe. Yeah. Right? Maar afhankelijk van de tijdschaal kun je dat eigenlijk altijd zeggen. Er is vast ergens een punt in de toekomst waarop iemand het gaat doen. Klopt. Maar ik denk om die drogredenering een beetje bij te stellen, moet je afvragen, waarom moet ik dit nu, op dit moment, is het urgent om dit te ontwikkelen, ja of nee? Dat zou een alternatief kunnen zijn, mogelijk. Ja, ja. Het is ook, ik besef me nooit dat het niet helemaal waar is dat het moet, want we hebben dingen zoals, tenminste tot voor kort nog, genetische manipulatie en eugenetica redelijk uitgebannen door middel van beleid en verdragen en common sense. Ja. Dus het is ook niet volledig, ik bedoel, we zitten ook niet in een volledig technologisch gedetermineerde wereld. Alleen de... Nee, maar dat gevoel heerst wel in mensen. En ook voornamelijk, je hebt echt wel een punt hoor, want vooral bij kunstmatige intelligentie, je lijkt op een soort van sneltrein te zitten die niet stopt. En het is get on board or get the fuck out. dus bij die deepfake technologie, die persoon, ik heb een keer een interview gelezen van de persoon achter die This Person Does Not Exist website. En hij zei juist van, ja, ik heb wel alles gepubliceerd. En ook de technologieën zo erachter moet ook gepubliceerd worden. Omdat het gaat inderdaad toch wel komen. En ik wil mensen gewoon voorlichten dat dit kan. Ja. En dat is natuurlijk ook wel, dus daar kun je altijd een beetje aan afdingen. Maar ja, goed, het is een heel moeilijk debat. Hoe je verantwoordelijkheid neemt voor een technologie. Maar daar valt ook wat voor te zeggen. Kijk, jij bent nu ook verbaasd hoe goed die website is en hoe realistisch die plaatjes. En dat heeft dus wel invloed op hoe je vervolgens naar plaatjes gaat kijken in de toekomst. Afbeelding van mensen. Altijd naar het dassen.
Wat een dassen. Ja, misschien leer je inderdaad wel hele rare mechanismes aan om te achterhalen van, oké, okay, is het plaatje geproduceerd door, nou ja, correspondeert het met een feitelijk persoon? Of is het gefabriceerd? Ja. Wat je als feit accepteerde, dat een plaatje van een persoon gemaakt wordt, want ja, dat de huidige achterliggende technologie, ja goed, je hebt een camera nodig, dan maak je een foto van iets, right? Dat manipuleer je niet helemaal op die schaal. Ja, dat gaat veranderen, denk ik. Nou, ik vraag me ook af, want tegenwoordig kun je nog redelijk goed ontdekken of iets nou een leugen is of verzonnen is door enigszins te zoeken naar bronnen. Dat is nog prima te doen. Ja, behalve dat niemand het doet, maar inderdaad. Behalve dat niemand het doet, maar zoals we zeiden, intelligentie is een potentie en niet per se een gegeven. Ja, ja. Vraag me af of dat in een deepfake internet wereld dat ook het geval is. Of je dan ook gewoon via bronnen alsnog kan achterhalen of iets nou volledig klopt of waar is of niet. Maar dat omzeilt natuurlijk niet de vraag dat je door het gewoon uitgooien van zo'n deepfake video een enorm belangrijk event kan destabiliseren. Ja, en er zullen ongetwijfeld heel veel technologieën komen om de waarheid van zo'n plaatje te achterhalen. En kijk, dat kan denk ik nu ook al wel. Als je gewoon. Maar weet je wat is? De vraag is hoeveel moeite? En hoeveel moeite is het om het te geloven? Nou, heel weinig moeite, want het ziet er realistisch uit. En hoeveel moeite is het om eventueel te debunken dat het een fake is? En voor sommige plaatjes, of überhaupt nepnieuws, moet je dan best wel flink research doen. Ja, het is in theorie mogelijk. Alleen, ja, goed, er moeten ook inderdaad technologie of oplossingen, of gewoon een soort van, ja, we moeten ook een beetje digitale burgers worden, weet je wel. Iedereen doorheeft dat dit kan, dat helpt ook al een beetje. Ja, ja. Ja. Alhoewel er natuurlijk genoeg mensen zijn die er gewoon graag willen geloven als ze iets zien wat hunzelf bevestigt. Ik merk zelf ook wel, als ik bijvoorbeeld precies op in, ja. Ja, als ik bijvoorbeeld soms ook iets lees en ik denk, ah, dat kan niet kloppen, dan merk ik ook dat ik veel geneigder ben om op de artikelen te klikken met koppen die bevestigen dat niet klopt dan andersom. Zeg maar, ja. er is net iets waardoor het makkelijker maakt om die te lezen dan iets anders. En als ik het lees, ben ik ook, merk ik aan mezelf dat ik aan het zoeken ben naar redenen waarom wat daar staat niet klopt, weet je wel. Van, klopt dat? Klopt. Je gaat pas je bronnenonderzoek doen als je dan merkt van, oké, ik heb een onderbuikgevoel dat het niet klopt. En dan is het pas de moeite waard om ook te denken van, oké, dan ga ik uit mijn kritische bron en een argument opbouwen. Ja. Anders is het gewoon van, ja, nee, het ziet er geloofwaardig uit. Waarom zou ik het dan bevragen? Ja, precies. Precies. Nee, klopt. Maar ja, dat soort technologieën die buiten dat psychologische, heel begrijpelijk psychologische mechanisme wel goed uit. Ja, dat is inderdaad denk ik een goed punt, want om het meer terug te brengen naar waar we nu in zitten, het idee dat social media en technologie en dergelijke niet verantwoordelijk zijn voor jouw verlies van aandacht of het feit dat je veel tijd verliest of whatever, omdat je persoonlijke verantwoordelijkheid hebt, dat neemt niet in acht dat zulke technologieën of de manier waarop zulke ruimtes gebouwd zijn, juist die capaciteit voor persoonlijke verantwoordelijkheid uitbuiten, of in ieder geval verzwakken, omdat je gewoon technologische bias hebt die zij uitbuiten. Dus als je gaat vragen om van, als je eigenlijk aan een Facebook of aan een Google, ja, ik weet niet hoe erg Google daarin is, maar in ieder geval Facebook is natuurlijk de beste, meest bekende perpetrator. Ja, de makkelijke evil guy. Ja. Als je tegen Facebook gaat zeggen, jongens, verander die technologie alsjeblieft een beetje, is dat niet zeggen, ik heb geen persoonlijke verantwoordelijkheid en ik wil dat iemand anders verantwoordelijk is voor mij. Maar het is juist zeggen dat je wil dat hoe jouw omgeving gebouwd is, jouw capaciteit om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen juist versterkt in plaats van afzwakt. Ja, precies. Ja. Nee, dat is een heel goed punt. Facebook is een interessant geval. We gaan eigenlijk van een model in de early days of the internet, had je dan mensen die websites voor andere mensen hosten. Right? En de wetten waren er ook op ingesteld. En hoe dat ongeveer gaat is, nou ja, goed, jij biedt internet aan of een website, je host allemaal dingen. En dan komen gebruikers bij jou, die betalen jou ervoor, voor een beetje ruimte. Sorry. En vervolgens zet jij een website online en dat is het. In principe is dan die hoster niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van die website. Maar het wel zo is als iemand zegt van, nou ja, goed, hier is een pagina met kinderporno. Ja, dan halen ze die natuurlijk offline. Maar in principe is de hang daar van, nou, ik host het alleen maar, ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud.
En wat je nu steeds ziet, is dat dat is ook het oude model van Facebook. En dat gaat steeds minder op. Ook alle sociale druk die natuurlijk op Facebook nu ligt. Maar ja, en het is ook een interessant punt, de vraag van, nou ja, is die technologie nou zo neutraal? Is het inderdaad zo dat je alleen maar host? Nou ja, het antwoord is eigenlijk dus nee. Die infinite scroll pagina, weet je wel, waar je maar blijft scrollen en scrollen en scrollen. Dat is ontworpen. Dat hoekt helemaal aan alle verslavingsmechanismen die we hebben. Ja. Dus dat kun je wel vragen, is dat dan neutraal? Maar ook het feit dat Facebook voor het eerst een soortgelijke, right? Dat informatie extreem snel over de wereld kan reizen. En ook gevallen, weet je wel, dat dat het tot een of andere massaslachting leidt. ja, durf niet iemand te zeggen of dat klopt, maar er is volgens een geval geweest in Myanmar of zo. Van een verkrachter volgens mij, toch? Ja, dat iemand online wat zegt van, kom daarheen en dit is er gebeurd en die persoon die is, die heeft dit en dat gedaan. Je hebt geen verweer en dan dat nieuws dat verspreidt zich zo snel voordat dat aangepakt kan worden. Ja. Facebook was dan ook altijd relatief lax, dat ze dan dat pas heel laat offline halen of een of andere onthoofdingsvideo of zo. Dus ja, er komt wel steeds meer maatschappelijke druk dat Facebook verantwoording neemt voor de capaciteit van hun eigen technologie. Want het biedt nieuwe mogelijkheden van actie aan en die de werkelijkheid van veel mensen veranderen. Ja, en dat is toch een heel moeilijk probleem, want Facebook kan tegelijkertijd in de tijd van massamedia moeilijk alle berichten handmatig gaan controleren. Maar dat doen ze volgens mij wel, toch? Dat doen ze nu wel, ja. Ja, maar ja. Dus ze hebben heel veel mensen in dienst die daar gewoon mee bezig zijn. Dat moet trouwens echt een klote baan zijn. Ja, volgens mij heb je daar de hele dag teringzooi langskomen. Want gewoon, internet is niet altijd een mooie plek. Nee. Je komt gewoon kinderporno tegen. Onthoofdingen. Slachtingen of honderden, zelfmoord. Van mensen die dat gewoon online gooien. Ja, Ik zou denken dat volgens mij de 4chan van vroeger. Ja, inderdaad, ja. Ja, nou, 4chan is nog steeds geen hele mooie plek, hoor. Maar, ja, dat klopt. Maar inderdaad, het kan extremer. En inderdaad, dat is een beetje de onderbuik van het internet die omhoog komt borrelen. Ja, klopt. Ja, ja. Even kijken, waar zijn we? We hadden dat deepfake lijntje uitgezet. Ja. Daarvoor had je nog een andere. Die ben ik ook nog even... Misschien kunnen we ook wat verder gaan over de toekomst van de AI. Want er heerst ergens zo'n angst dat we een overwegende AI kunnen ontwikkelen die alle menselijke capaciteit overstijgt. De vraag is, kan een AI überhaupt of een soort van intelligentie überhaupt zelfbewust worden? Dus een bewustzijn van zichzelf hebben. En een tweede vraag die ik daaraan eigenlijk stel van wanneer zulke dingen geopperd worden, waarom zou je überhaupt doorhebben als zo'n AI ontwikkeld wordt? Want het idee is dat we vaak hebben is dat zo'n bewustzijn of zo'n intelligentie een singulier punt heeft waar vanuit het met ons zou communiceren en ons zou enslaven. Maar de vraag, als het echt zo'n gedistribueerde intelligentie is, zou het juist veel logischer zijn dat op zo'n niveau communiceert of opereert dat wij er wellicht nooit vanaf zouden weten. Of in ieder geval niet zouden herkennen als dusdanig. Waar had ik het vorige keer met je? Welk voorbeeld noemde ik de vorige keer? Oh ja, zou wellicht... Maanden geleden. Zou wellicht de aandelenmarkt, zou dat wellicht een gedistribueerde AI zijn die van ons vanuit daar probeert te beheersen? Ik bedoel, hoeveel van onze keuzes in de wereld hangen daarvan af? Of zou je de infrastructuur van een stad zouden kunnen beschouwen als een soort van gedistribueerde intelligentie? Want ook daarvan zijn we enorm afhankelijk in de keuzes die we maken. Dus het punt dat je maakt is van, moeten we wel bang zijn voor één AI die alles overneemt? Of is het gewoon dat alle systemen aan elkaar gekoppeld worden? En als je dan de premisse hebt dat intelligentie überhaupt emergeert en verspreid is, krijg je dan een soort van superorgaan dat een soort van intelligentie heeft dat wij helemaal niet kunnen bevatten. Bijvoorbeeld, ja. En als dat zo is, zou het dan misschien al kunnen zijn dat het al bestaat inderdaad en dat blijkbaar de wereld toch niet zo erg is wanneer we leven onder het juk van een AI. Nou ja, goed, ik denk dat we in zekere zin al onder het juk van algoritmes leven zat. Ja. Alleen de vraag is, waarom noem je dat intelligentie nog? Kijk, intelligentie, die term gebruiken wij eigenlijk een beetje vanwege de vergelijking met menselijk gedrag, denk ik.
Dus wij plakken label intelligent. We plakken label intelligent op bepaalde systemen die dingen doen die bij mensen intelligent gedrag zijn. Hmm. Bijvoorbeeld dat je kan lezen. De hele intelligente activiteit, dat wij het alfabet kunnen begrijpen. Nou ja, zodra een computer dat kan doen, zeggen we dat is kunstmatige intelligentie. Maar op het moment dat dat dan om een intelligentie gaat, die bestaat uit een verspreid netwerk waarin allerlei machines met elkaar communiceren, zonder dat er één centrale eenheid is. Ja, kun je dan op een zinvolle manier over intelligentie spreken? Ja, en je geeft er zelf wat toe van, we zouden dan niet eens weten hoe dat eruit zou moeten zien, snap je? Mm. Dus dat is een interessant punt, maar ik zie niet hoe je daar een zinvolle discussie over kan hebben. En het is ook wel een ander punt dan die hele singularity discussie, want daar gaat het inderdaad echt om een AI. Kijk, die kan zich wel verspreiden, maar althans, ja, ik weet eigenlijk niet, er zijn meerdere scenario's, I guess. Daar is het punt meer dat je het niet doorhebt tot het te laat is. Ja, ja. Omdat als inderdaad er ergens een kunstmatige intelligentie is die een exponentiële groei in intelligentie meemaakt, dan gaat het zo snel dat van de een of andere dag zijn wij dan de mieren ten opzichte van die superintelligentie. En wij worden gewoon, nou, hopelijk zijn we dan nog nuttig voor die AI, right? En anders worden we gewoon van de evolutionaire keten eraf geknikkerd. So be it. Ja, en dan heb je mensen als Musk en zo die zeggen van, ja, dat komt eraan. En als de mens nog nuttig wil blijven, moeten wij een soort van fuseren met die AI. Ja, vandaar maar die Neuralinks wat hij aan het maken is, hè? Ja, en goed. Die man verdient zijn geld met hypes. Dus ik vind het prima dat hij dat zegt. Alleen, ik kan er niks mee. Ik vind het kwarts. Maar ja, denk je dat hij aan het hypen is? Ja, dat is een hele business. Ja, ja. Ja, het is gewoon een religieus figuur. Nee. Als Jason, je kent Jason nog wel, toch? Ja, ja. Hij zei ook laatst van, ik snap niet waarom mensen niet doorhebben dat Elon Musk gewoon een bandwillen is. Ja. Hij is gewoon een bandwillen. Hij is dus in de zin dat hij zo van alles aan het bouwen is. Hij is een enorme factory aan het bouwen in the middle of nowhere. Hij is tunnels aan het graven. Hij is naar de Boring Company. De Boring Company. Hij is naar Space aan het gaan. Hij wil naar Mars. Hij is overduidelijk. Ja, doet het maar. Ja, het is een soort van supermens. Maar ja, toch doet dat me niet zoveel. Als ik op een goede dag geloof ik ook zijn intenties wel. Kijk, wat hij doet, hij heeft wel het beste voor met de mensheid, lijkt het. Hmm. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, is hij gewoon dingen aan het hypen. Hij krijgt gewoon mensen met zich mee. Hè? Dan wordt een hele industrie uit de grond getrokken om niks. En dat elektrische rijden heeft natuurlijk een gigantisch imago boost gegeven. Dus in die zin ben ik niet kritisch, weet je wel. Alleen, ja. Nee, maar ik bedoel niet dat hij... Ja, natuurlijk zei hij van zichzelf een hype man. Maar wat ik bedoelde was of hij AI ook specifiek aan het hypen is. Nou ja, hij zit echt een beetje in een doemdenkhoek. Doemscenario, ja. Hij is echt zo van, nou ja, het komt er en we kunnen maar beter voorbereid zijn, want zodra het er is, is het laat. Dus hoe gaan we voorkomen dat we in die situatie terechtkomen? Ja, ik weet niet, wat ik in mijn dagelijkse praktijk zie is, als je daadwerkelijk met AI aan de gang gaat nu. Kijk, bijvoorbeeld, kom weer even terug op het project met dat Bengali handschrift. Dan heb je dus iets geschreven dat ze met 95% nauwkeurigheid kan voorspellen. Maar dan werkt dat niet op een andere taal. Snap je? Dus ook al is die context... dus waar eerst dan je één programma schrijft alleen kan schaken. De contexten worden steeds vager. En AI kan ook wel iets breder in bredere contexten functioneren. Dus als het in één context getraind is, werkt het ook nog in de andere. Daar is misschien wel iets vooruitgang. Maar een algemene intelligentie die op wat voor gebied dan ook intelligent zou zijn en wat we dan ook mee bedoelen. Ja, voor mij betekent dat niks. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Maar goed, ja, heb ik daar goede argumenten? Nee, want ja, dat is een beetje die hele discussie interesseert mij dus niet, omdat ik het gewoon zo ongeloofwaardig vind. Maar daar ben ik echt de uitzondering in. De meeste mensen gaan daar heel hard op. Ja, ik denk dat je ook de kernvraag in deze voor zo'n algemene intelligentie is ook. Denk ik, kan het zelf bewust worden? Kan het zichzelf gaan begrijpen? En dat lijkt me inderdaad ook heel ongeloofwaardig, omdat niet omdat we weten wat zelfbewustzijn is, maar zelfbewustzijn moet op een gegeven moment ergens geëvolueerd zijn, of het begrip van jezelf moet op een gegeven moment ergens
geëvolueerd zijn. Of dat nou heel erg aan het begin is geweest van levende wezens of heel erg laat. Ja, we weten nog steeds niet of het echt uitmaakt. Of het echt uitmaakt en of het echt iets is. Maar dat is denk ik de vraag, dat is denk ik het idee waar mensen bang voor zijn. Dat het bewust wordt van zichzelf en denkt, ja, wat is dit? Ik ga niet onder voor deze aapjes werken. Deze aapjes gaan maar voor mij werken. Ja, nou ja, zoals ik al zei, van de in bepaalde domeinen worden fantastische vooruitgangen gemaakt die echt de maatschappij verder helpen. Bijvoorbeeld in de medische wetenschap. En daar heeft AI speelt een even grote rol te spelen in de toekomst. Maar dan heb je het over computerprogramma's die getraind zijn op, weet ik veel, longscans analyseren, waar ze dan heel goed in zijn. En ja, hoe moet zoiets nou, hoe moet je vandaar? Hoe maak je dan de sprong naar AI die de wereld zou overnemen of intelligent zou zijn? ik zie het gewoon niet. Het is voor mij gewoon kwatsch. ik koop het gewoon niet. Waarom kopen andere mensen dan wel in jouw veld? Nou ja, goed. Daar heb ik dus gewoon te weinig op die specifieke problematiek gelezen. Ja. Nou, het speelt. Dus ik baseer dit niet heel erg op argumenten die ik met elkaar afweeg, right? Ja. Dus ik ben nou gewoon een beetje ook aan het. Ik ga een beetje mijn gestrekt been erin. dit is mijn onderbuikgevoel. Nee, maar het argument wat je zegt. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. En het ja. En het is een hypothetisch scenario. Kijk, de redenering is in principe correct. Als die superintelligentie er komt, right? En dat moment van singulariteit is er, dan moet je wel meteen de eerste keer goed hebben. Mm-hmm. Want ja, goed, de kans dat je één superintelligentie heeft die dan, en dat dan ja, tegelijkertijd nog ergens anders een tweede komt of zo, of hoe dat ook zou moeten werken. Het is gewoon, als die eerste er is, is die al zo machtig, per definitie. Dat is gewoon een beetje hoe het probleem geformuleerd wordt. Dat het meteen gewoon nog goed moet zijn, anders zijn we de klos. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een one-shot issue. Je moet gewoon meteen goed hebben. En dat argument koop ik wel, gewoon puur op basis van concepten. Kijk, als je de superintelligentie definieert als een algemene intelligentie die tot stand is gekomen naar exponentiële groei, ja, dan is per definitie inderdaad wel een gevaar. Ja. Ja, voor de hele mensheid. Volgens mij zit er nog een andere premisse aan vooraf, dat een algemene intelligentie kan ontstaan zolang de neurale netwerken waarop het gebouwd is complex genoeg zijn. Ja, toch? maar ook... En dat is, denk ik waar jij sceptisch over bent en waar ik denk ik ook sceptisch over ben. Ja, maar ook het fysieke verhaal ervan. Ik bedoel, de robotica kant. Ik hou dus zelf helemaal niet van robotica. Ik ben echt een softwareman. Alleen, ook als je de wereld overneemt, moet je dan geen lichaam hebben? Dat weet ik niet. Ja, misschien wel niet, hè, omdat de hele wereld digitaal wordt. Maar dat soort dingen vraag ik me ook af. Als je nu video's kijkt van de allerbeste robots die er zijn, die kunnen geen deur openen, Shad. Dat kunnen ze niet. Dan trekken ze een deur open en dan vallen ze achterover, omdat ze volgens de week wel, weet je wel. Een kopje koffie zetten, terwijl je gewoon iets anders doet. Dat is gewoon nog moeilijk. En als ik dat zie, dan denk ik van, nou ja, laten we dan even kijken naar de problemen die er echt spelen met AI nu. En die zijn er wel degelijk, maar die gaan niet over fantasieën in, ik kan zeggen in de toekomst. Dan heb je het over dingen zoals deepfakes en dat soort dingen. Nou ja, bijvoorbeeld gewoon de invloed van algoritmes in onze maatschappij. Dus, in Nederland is recent dat Siri nog in het nieuws geweest. Ik weet niet of je dat toevallig hebt gezien. Nou, Siri is heel vaak in het nieuws, dus ik weet niet precies. Ja, nee, maar ik bedoel niet het. Ja, dat is heel verwarrend. Dus niet de Apple Voice Assistant. Ja, Siri zei je toch? Nee, niet Siri, Siri. Dus dat is systeemrisico-indicatie. Oh, oké. Okay. Nee, ik denk het niet. Nou, dat is een algoritme dat op een paar steden in Nederland werd gebruikt om ter fraudebestrijding. Okay. En daar is heel veel ophef over gekomen, omdat de kritiek daar was, is dat dan een algoritme mensen bij voorbaat verdacht waren. Dus hoe dat ongeveer gaat, ik heb dat een beetje gevolgd, maar niet heel erg, is dat wat zo'n algoritme doet, wat zo'n programma doet, is je hebt een lijst met bekende fraudeurs en dan vervolgens koppel je allerlei gegevens over mensen. En per persoon kun je dan kijken hoeveel komt deze persoon overeen met wat wij over bestaande fraudeurs weten. Mm. En dan de output van zo'n systeem is dus
van het risico, deze persoon heeft een hoog risico op fraude. En dat kan dus al aanleiding zijn dat instanties iemand nader gaan onderzoeken. En dat is wel echt, dat toont denk ik precies goed wat de werkelijke issues met AI in onze maatschappij momenteel zijn. Want ja, ik zeg nu, dat is kunstmatige intelligentie, dat hoeft dus niet per se. Maar vaak als het gaat om het koppelen van gegevens, patronen herkennen en dan individuele profielen maken, dan is er vaak wel kunstmatige intelligentie in het spel. Ja. Omdat je dan over iemand bijvoorbeeld over iemands persoonlijke voorkeuren moet leren. Bijvoorbeeld dat Facebook advertenties op jou toegepast zijn. Daar zit een kunstmatige intelligentie achter, omdat die leert op basis van jouw gedrag wat jij leuk vindt. Ja. Nou, zo hier ook zit waarschijnlijk kunstmatige intelligentie achter de deur, of iets dat tegenwoordig om die paraplu term valt. Omdat zo'n algoritme produceert dus een lijst van mensen die dus bij voorbaat verdacht zijn van fraude. En die mensen die weten daar waarschijnlijk helemaal niks van af. Mm-hmm. En daar kan een onderzoek naar worden gestart. En de vraag is dat dan eerlijk? En wat vaak ook blijkt is dat zo'n systeem leert natuurlijk wat fraudeurs zijn op basis van bepaalde data. Maar die data zelf kan weer vooroordelen bevatten. Dus wat bleek nou? Nou ja, als je bijvoorbeeld veel fraudeurs, dat waren dan mensen met 3 kinderen thuis die veel onbetaalde bonnen hadden. Mm-hmm. Nou, dus als jij gewoon een hardwerkende moeder bent, maar je hebt financieel even zwaar en je hebt 3 kinderen thuis, dan opeens word je aangemerkt voor fraude, een of ander algoritme, en krijg je instanties over de deur. En je kan je ze ook afvragen van wat voor bevolkingsgroepen worden dan slachtoffer van zo'n algoritme. En goed, de kritiek kan een beetje van, ja, je discrimineert ook, omdat die data, die bevat dan weer vooroordelen tegen bepaalde bevolkingsgroepen die het wat minder breed hebben. Ja. Om wat te noemen. Laat ik hem dan gewoon heel scherp zetten. Is de enige vraag die je hierbij niet moet stellen of het effectief is of niet? Want als het zo is dat... Oh, dat is nog. Oké, ja, dan stel je hem inderdaad scherp, ja. Ja, want als het zo is dat... laat ik hem nog scherper stellen. Ik kom uit een cultuur en veel mensen om ons heen die inderdaad van bevolkingsgroepen zijn die het minder breed hebben. En ik kan je numerous examples noemen van families die inderdaad bijstandsfraude gepleegd hebben. Natuurlijk is het anekdotaal of iets dergelijks, maar om het even te zeggen, kijk, inderdaad, dat gebeurt. Ja. Als het nou zo is dat inderdaad mensen die het zwaar hebben financieel of mensen die aan een bepaald kenmerk voldoen die je eigenlijk niet zou moeten associëren met wel of niet, noem je dat niet schuldig, maar niet gevaarlijk, maar verdacht. Die je niet moet associëren met verdacht. Ja. Maar als je naar een grote dataset gaat kijken dat toch wel het geval is, zou dan een cosmetische eigenschap dan toch een indicator kunnen zijn van iets waar je in ieder geval naar moet gaan kijken, serieus naar moet gaan kijken. Ja. Nou, dat is een goede vraag. Maar er wordt ons natuurlijk heel veel verkocht onder een noemer van effectiviteit, right? Ik bedoel, na 9-11 is ook overal de beveiliging opgeschroefd. Maar ja, dat is ook een legitimering om allerlei grenzen over te gaan die daarvoor de overheid niet overging. En misschien is het wel leuk om de koppeling te maken met de coronacrisis nu. Want dat speelt eigenlijk iets soortgelijks. Kijk, ik ben een brave burger en ik zit al een paar weken thuis. En jij bent uiteraard ook braaf, is ook al een paar weken thuis. Super braaf, ik word helemaal gek. Ja, dus we hebben al een beetje geklaagd voor het gesprek dat we slecht slapen en zo. Maar wij zijn brave burgers. Nou, in Nederland is de situatie nogal oké. Maar dit soort crisissen kunnen natuurlijk aangewend worden door overheden om hun eigen macht te escaleren. Want er komt een soort van uitzonderingstoestand. En inderdaad, iedereen moet zich eraan houden zodat het effectief is. En ook, dan krijg je dus boetes krijgen als mensen... Hè, er worden steeds meer extremere maatregelen genomen, zorg dat iedereen zich er maar eraan houdt. Ja. Prima. Nou, in Nederland is het nog wel enigszins... dus het is de vraag van means and ends, van hoe is die balans? Als je dan in China kijkt, of Taiwan of zo, die mensen, burgers van China, zijn al reeds gewend aan surveillance, right? Dus die zijn al wat gewend. Maar wat ze daar dus nu doen is gewoon schaamteloos databases over gezondheidsgegevens koppelen met je reisgeschiedenis.
En er worden allerlei apps ingezet die gewoon je tracken, ook zonder je medeweten. Dus ze tracken je mobiele telefoon gewoon. Mm. Als jij in quarantaine moet en je gaat even een blokje om, dan word je meteen gebeld van, joh, waar ben je en thuis. En, ja, ja. Goed, en de maatregelen zijn ook redelijk extreem. Nou, ze zien een heel ander geval, dat weet ik ook wel. Maar je zou kunnen zeggen dat hun aanpak effectief is. Mm-hmm. Of het nieuws weer accuraat is dat wij het zien en krijgen, dat is weer een andere vraag. Maar laten we even voor de sake of argument zeggen, het is effectief. Ja. De vraag is dan van, oké, maar wat betaal je tegen, welke prijs betaal je daarvoor? Dus je hebt het over een bevolking die al niet veel privacy had, een bescherming tegen geweld van de overheid. En nu wordt de macht van de overheid eigenlijk nog meer geëscaleerd. Zelfs op het punt dat dus gezondheidsdata gewoon probleemloos wordt geïntegreerd in alles wat er al aan de hand was. Mm-hmm. Dus als je het hebt over van, nou ja, als je het argument zegt van, joh, efficiënt, prima, maar tegen welke prijs zou ik dan zeggen? En ik vraag me ook af, in sommige gevallen, bijvoorbeeld in Nederland, van, het hangt natuurlijk af van hoe effectief is het daadwerkelijk? Ja. Dat is vaak dus niet bewezen, hè? Want hoe dat bewezen wordt, tussen aanhalingstekend, is gewoon met massapsychologie. Dat soort maatregelen worden vaak gerechtvaardigd ten overstaan van een grote crisis. Of dat dan terrorisme is. Weet je wel, wat heel lang een beetje een stokpaardje is geweest. Om allemaal dingen er doorheen te drukken die de vrijheid van mensen beperken. Of privacy. En nu hebben we natuurlijk een nieuwe crisis. Corona. Ja. Ja, wat je eigenlijk zegt is wel interessant. Want inderdaad, het kan wel effectief zijn voor een specifieke taak. Maar je leeft natuurlijk in de maatschappij niet op een specifieke taak. Je leeft... Die taak heeft effect op de gehele maatschappij. En ja. De prijs die je ervoor betaalt is de prijs die is het effect dat of het adverse effect dat het heeft op de rest van de maatschappij. Ja, ja, goed. Ik vind zou dat kunnen dus, hebben, zou kunnen hebben. Ik vind de gebeurtenissen in China gewoon eng. En wat ik me heel erg afvraag in China, maar ook hier, is van als je dus in tijden van een crisis die lang duurt, een soort van escalatie van overheid machten hebt. En maatregelen. In ons geval is het bij ons gaat het om die 1,5 meter. Daar denk ik dan niet echt wakker van, weet je wel. Ja. Ze zijn niet onze healthcare, ze trekken ons niet telefoons, hopelijk nog niet. En koppelen dan allemaal gegevens over healthcare. Want wij zijn redelijk goed beschermd in Europa. Hè? Europa is een beetje de privacy koning. Wat was ik nou aan het zeggen? We hadden over de prijs van effectiviteit. Right. En dat China daar heel effectief in is, maar de prijs is daarvoor betalen. En bij China zou je kunnen proberen dat dit gewoon wordt aangewend. Dus om voor langere duur gewoon de overheidsmacht te escaleren. Bijvoorbeeld ook dat dit een reden is om moskeeën te sluiten, ik zeg maar wat. Ja. De Oeigoeren hadden het al zwaar. Ja. Maar goed, bijeenkomsten zijn verboden. Je weet niet voor hoe lang niet. De moskeeën zitten dicht. En wat is die situatie als dit voorbij is? Ja, of blijf je in een soort van, hè, wordt dit aangewend om het voor langere tijd bepaalde religieuze minderheden te onderdrukken. Dat kan dus. Mm-hmm. En apps en dat soort technologie en ook kunstmatige intelligentie, die patronen herkent in gekoppelde databases, die draagt wel aan dat soort bewegingen bij. Ja. En goed, in Nederland is het een beetje een andere discussie natuurlijk. Ik ben hier vooral benieuwd hoe de culturele verandering naar corona is. Of we allemaal een soort van rare quarantainewezens worden. Dat het norm wordt dat we elkaar niet meer aanraken. En dat je een goede reden moet hebben om het omgekeerd te doen, weet je wel? Ja, het zou wel interessant kunnen zijn als juist hierna te eigenlijk... Want Nederlanders zijn redelijk, niet afstandelijk, maar houden meer afstand dan Zuid-Europeanen van elkaar. Ja, wij zoenen niet iedereen. Ja, dat klopt. Nee, inderdaad. En ook minder handtastelijk überhaupt. Ja. Als je in Spanje bent. Ja, ik maak wel een uitzondering van een paar mensen. Daar val jij ook onder. Maar maar het zou ook interessant zijn als dat nu dan andersom gaat. Als dat juist wel meer gaat gebeuren. Precies. Dus als zo'n situatie lang duurt, krijg je iets van normalisering. Right? Dus bij ons gaat het dan inderdaad om afstand houden. Nou ja. In China heb je nu een situatie waarin mensen worden getrackt met hun apps, maar waar je ook bijvoorbeeld apps kan vinden van wie in mijn omgeving is besmet. Dan weet je wie je moet ontwijken. Ah, ja, klopt. Dus, ja. Het werkt wel heel stigmatiserend en je krijgt wel weer een soort van situatie waarin dus die apps stimuleren om onder burgers elkaar te bespioneren. Je krijgt weer een soort van panopticon effect, weet je wel. Dus de lange vingers van de overheid, ze hoeven er niet eens meer te zijn om het te laten werken.
Ja. Burgers controleren elkaar. En technologie en apps en AI, die kan er wel een rol in spelen om dat allemaal mogelijk te maken. Ja. Maar je hebt dan nog een ander probleem, want om terug te komen naar die Siri van de overheid. Right. Dat de dataset zelf ook historisch bepaald zijn. Ja, dus een ander leuk voorbeeld. Wat ook, was ook recent in het nieuws. Apple was aan het werken aan zo'n creditcard. Ja, goed, daar weet ik het fijn niet vanaf. Maar ze hadden dus een of andere Apple creditcard. Waarom ze dat dan weer helemaal zou moeten doen als slime dood. Maar, dat is verbreding van je markt, Edwin. Nee, ze willen ons overnemen en hersenspoelen. De Apple mania. Nee, maar goed, om dat te realiseren hebben ze uiteindelijk toch met Goldman Sachs. Dus de beruchte grote bank gepartnerd. En dan hebben ze volgens weer kunstmatige intelligentie gebruikt om dan te bepalen voor een bepaald persoon wat voor een kredietwaardigheid heeft hij. Dus wat is je kredietlimiet op zo'n creditcard? En toen kwamen er opeens heel veel mensen met die Apple cards. Die zeiden van, nou ja, ik en mijn vrouw zitten in precies dezelfde situatie. Maar mijn krediet is 6 keer zo hoog als dat van haar. Toen begon het balletje een beetje te rollen. En na verloop van tijd was dat een beetje geëscaleerd. En toen moesten ze wel even zeggen van, oké, ze moesten in de verdediging, zeg maar. Ja. En wat daar dus het interessante is, dat je kan dan wel zeggen van, ja, maar de database die we hebben gebruikt is voorverwerkt en we hebben gender niet meegenomen. Dus het is niet zo dat ze dan zeggen van, oké, er is een of andere regel dat mannen meer kredietwaardigheid krijgen. Dat is er niet. Maar als je data nog steeds van allerlei mannen is, en dan bij Goldman Sachs hebben ze dan misschien een of andere historische dataset gebruikt met bankiersfamilies, who knows, weet je wel. Of van blanke witte mannen in het bankwezen die wel een hele goede baan hebben. Ik weet niet wat ze daar hebben gebruikt. Uh-huh. Maar dat maakt er niet uit als je dan volgens het tabelletje man eruit haalt. Het is nog steeds data van een man. En die machine learning algoritmes die maken geen expliciete regels. Die leren gewoon associaties. En die dataset kan dus nog steeds heel erg gebiased zijn om dus bijvoorbeeld mannen meer kredietwaardigheid te geven dan vrouwen. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, want je kan dus achteraf, die bank kan dan niet zeggen van, jij krijgt minder geld om deze en deze reden. Nee, ze zeggen dan van, ja goed, dat komt uit het algoritme. Ja, ja. En dan wat? Ja. Dan kan je het niet verkopen. De vraag is dan, wat ik me afvraag is, blijft zo'n dataset, omdat het historisch bepaald is, dan ook vastzitten daarin? Want wat je zou hopen is dat zo'n algoritme zichzelf over een aantal jaar corrigeert. Of binnen een aantal jaar corrigeert. Dat zou je hopen inderdaad. Ja, maar dat weet je niet. Of, nee, maar het probleem is van, hoe kan het systeem, als aan het begin van het systeem blijkt dat vrouwen gewoon 6 keer lager krediet krijgen. Ja, hoe ga je dan jarenlang aan de gang? Dat is gewoon niet te verkopen. En het probleem daar is ook van dat je niet kan uitleggen waarom zo'n systeem bepaalde beslissingen neemt. Maar ze worden dus wel, de macht is wel een soort van uitbesteed aan het algoritme. En dat vind ik een interessant vraagstuk. Mm-hmm. En dat bij Siri speelt dat ook een rol. Je gaat naar de gevallen kijken die uit het algoritme rollen. Mm. Dus de algoritme, je verschuift best wel wat macht naar het functioneren van zo'n algoritme. Terwijl je helemaal geen... Nou, je hebt wel iets van zicht. Kijk, er zijn wel technieken om je data te bekijken en zo. En daar wordt ook allemaal aan gewerkt. Maar in de kern is het heel moeilijk om te begrijpen wat er precies in zo'n netwerk gebeurt. En dan is het wel gevaarlijk als je daar vervolgens macht gaat uitbesteden. Of beslissingsbevoegdheid gaat uitbesteden. En dat is het algoritmes. Je kan ook zeggen, natuurlijk moet je die overzien. Maar ja, hoe kun je iets overzien dat je niet perfect begrijpt? Enzovoort, enzovoort. Ja, en als je het volledig kan begrijpen, dan is het doel van het algoritme al weg, toch? Maar als jij zelf dezelfde keuze kan redeneren, waar heb je dan die algoritme voor nodig? Ja, inderdaad. Dus die neurale netwerken en machine learning dingen, dat is gewoon statistiek. Dus ze geven gewoon op basis van analyse van heel veel gevallen, in het geval van Siri, een kans aan dat een persoon fraude heeft gepleegd. Ja, wat kun je daaraan afdingen? Ja, niet zoveel. En als je het inderdaad zelf zou kunnen doen met de hand, dat de regels er zijn, ja, dan heb je dat neurale netwerk niet nodig. Dat klopt. Dus is het probleem heel simpel. Ja, als je simpele regels zijn die altijd werken, dan heb je geen kunstmatige intelligentie nodig.
Ja, dus het probleem is eigenlijk dat we een technologie hebben, zoals neuraal netwerk en algoritmes, die heel goed zijn in het uitvoeren van een bepaalde taak, maar daar datasets voor gebruiken die historisch bepaald zijn, waar verder ook bias in verstopt kan zitten, ja. Waarbij we niet kunnen uitleggen waarom die keuzes gemaakt zijn zoals ze zijn, wanneer daar dezelfde bias weer in gerepresenteerd wordt. Ja, en je krijgt ook een soort van zelfversterkend effect, want als jij beslissingen laat afhangen van een systeem dat bias is, dan gaat dat systeem de bias niet meer veranderen, right? Ja. Want je creëert alleen maar meer data. Dus als jij zegt van, dus stel, kijk bijvoorbeeld als het om predictive policing gaat, dus je hebt ook politiesystemen die zeggen van, oké, mensen op deze plek zijn waarschijnlijk crimineel. Nou, er zijn historische redenen waarom. Nou goed, als je naar de criminaliteitsdata in Amerika kijkt, dan zijn het heel groot van de zwarte bevolking is overgerepresenteerd. Right? Maar ja, als je dan vervolgens bij voorbaat zwarte mensen verdacht maakt, krijg je een soort van zelfversterking en die ook oppakt, right? Is dat weer een soort van zelflegitimering van, nou, kijk maar, hier ze blijven meer meekomen. Dat klopt wel ongeveer. Ja. Dat zijn moeilijke kwesties. Maar dat zijn denk ik meer, in plaats van superintelligentie, dat soort type problemen zijn interessanter om te bespreken, denk ik. Uh-huh. En daar hoor je ook wel nieuwsdingen over. Vrij veel. Maar ik denk niet dat het groot publiek daaraan denkt als je zegt van, oh, kunstmatige intelligentie. Dan denken ze aan Terminator en aan superintelligentie en Elon Musk. Ja. Zodoende. Wat ik me afvraag is, nou, wat vraag ik me eigenlijk af? Al je vragen beantwoord, Chad. Ja, inderdaad. Okay, nou, het punt is een beetje dat, kijk, er zit inderdaad er zit natuurlijk gewoon enorm goede kansen in wat algoritmes kunnen doen. Wat je een beetje lijkt te doen is, of wat je lijkt te kunnen doen, om misschien even te kijken of vanuit Stiegler, Bernard Stiegler, is een externalisering van hoe je keuzes maakt. En doordat je het kan externaliseren, kun je het opschalen en kun je het objectief bekijken. Ja. En zodra je het externaliseert, heeft het ook weer invloed op je. En heeft het weer invloed op je. Net als hoe schrijven dat ook kan doen op je gedachten. Ja, ja. Alleen is het natuurlijk een stuk uitermate complexer. En we kunnen het delen met andere mensen. Dus we kunnen eigenlijk als mens zijnde onze beslissingsparameters objectiveren en optimaliseren. Alleen we moeten wel de juiste data erin gooien. Ja, oké. Ja, dus hij zegt ook van, hey, dus je begint met elkaar praten, dan op een gegeven moment heb je het schrift, en dat externaliseert al wat je denkt, maar als zodanig heeft het ook weer invloed op je en op anderen. En het digitale domein is eigenlijk de nieuwste vorm van schrijven. Mm-hmm. Maar op een hele grote globale schaal met alle nasty effecten van dien. Ja. Gewoon een korte recap van. En had je dan een vraag? Nou, als je algoritmes op die manier bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat het een volgende stap is in het in verdere externalisering van de mens. Dus een verdere externalisering van menselijke capaciteiten. En daarom vraagt om een nieuwe manier van mens herdefiniëren. Want als we heel veel van ons denken kunnen eigenlijk uitbesteden, waar zijn wij dan nog goed voor? En dat is dan misschien een andere vraag dan, right, dan de AI-vraag. Maar het is wel een vraag van, kijk, heel veel van onze besluiten en heel veel van ons leven wordt bepaald door onze agenda. Dat is een soort van technologie. Door de klok, dat is een soort van technologie. Ja. Maar dus ook steeds meer en meer, zoals je zegt, door algoritmes en dergelijke. Internet en dergelijke. En hij noemt dat volgens mij ook ergens, hoe noem je dat? De proletarisering van het denken. Right, oké. Ja. Dus om maar aan te sluiten, als je over algoritmes gaat nadenken,
Algoritmes, als je dan als die leren op basis van bepaalde data met een bias, de effecten van algoritmes zijn heel erg echt. En je zou kunnen zeggen, die zijn dus een externalisering of een verlichaming van echte effecten van wat wij, van het ontwerp van het algoritme, ook de data die we erin hebben gestopt, et cetera. Dat is iets abstracter dan dat, zoals schrijven, een externalisatie van je eigen denken is. Mm-hmm. Maar algoritmes incorporeren onze vooroordelen, zou je kunnen zeggen. Iets in die trant. Maar als zodanig heeft het wel echt effect op de wereld. Ja, maar laten we die bias, dat vooroordeel element eruit halen. Want dan maak je nog iets breder. Dan gaat het over denken in het algemeen. Right. Heb ik daar een vraag? Nou ja, ik moet aan iets denken. Gewoon een associatie, right? Maar dat... Ja. Ik ken Stieger niet zo goed, dat ten eerste. Maar ik heb een poos terug, net voordat ik jou had gesproken, toevallig introductie gelezen van zijn nieuwste werk. En ja, het was een interessante ervaring. Is maar dat Automatic Society? Ja. Maar ik kwam daar via daar wel een interessant artikel op het spoor. Dat heet, en dat haal ik nu aan, omdat dat laat een beetje die feedback loop van algoritmes zien. En misschien ook inderdaad hoe bijvoorbeeld de taal zelf geproletariseerd wordt. dat is een stuk van, voor mij heet die Frederik Kaplan. Misschien Kaplan. Even goed om proletarisering uit te leggen. Voor mensen die daar niet bekend mee zijn. Het proletariaat is bij Marx de bevolkingsgroep die niks produceert of die niks achterlaat. Tenminste, ik weet eigenlijk niet of dat bij Marx zo is, maar zo komt bij Stiegler wel een beetje naar voren. Ze laten niks achter, ze produceren in wezen niks waardevols, ze doen alleen maar. Dus wanneer Stiegler zegt de proletarisering van het denken, dan bedoelt hij dat het dus zelf niet meer denken of zelf niet meer leven mag gewoon doen. Gewoon maar consumeren. Eigenlijk kiezen uit de keuzes die ons voorgeschoteld worden en eigenlijk dat pad afgaan. De beste manier om het te beschrijven is eigenlijk Wall-E's, de film Wall-E en de mensen die daar in dat schip zitten. Dat zijn echte... Heb ik niet gezien. Nou, voor de mensen die hem wel gezien hebben, de rest van het planeet, denk ik. In Wall-E heb je te maken met een post-apocalyptische planeet. Daar zit één robot die is nog druk met opruimen. En op een gegeven moment komt hij op een schip. En op het schip zitten mensen. En al die mensen zitten in een stoel. Waarin eigenlijk alle schermen staan die ze nodig hebben. Games, reclame, communicatie. De happy zombie, basically. De happy zombie. En ze zijn allemaal dik en ze zitten allemaal in een stoeltje. En alle stoeltjes bewegen waar ze heen willen. Ja, genotsfabrieken. Dus dat is de echte proletariaat. Dat is de consument persoon. Dat is wel interessant. Ja, want bij proletariaat denk ik zelf toch ook wel aan de werkersklasse. Ja. Maar daar worden ze eens losgekoppeld daar dus. Dus wat Stiegler zegt op een gegeven moment is dat met industrialisering ontstaat de proletarisering van de werker. Dat wordt een arbeider. Ik weet niet of hij die termen gebruikt, want de arbeider of de werker, of degene die iets produceert, is iemand die met zijn tools en de manier waarop hij leeft een omgeving voor zichzelf creëert en dingen maakt. Hij is op dat moment de agent van zijn werkplek. Met industrialisering worden de productiecapaciteiten verplaatst naar de fabrieken. En het enige wat een arbeider doet... Is de logica van de machine volgen. Ja, precies. Ja, het is gewoon een onderdeel in het grotere rad van de machine. Ja, ja. Kun je dan doortrekken tot wanneer met de uitkomst van audiovisuele technologie, radio, tv en dergelijke, waarbij het culturele leven... eigenlijk geproletariseerd worden en we consumenten worden. Want nu zijn wij niet meer in interactie die de cultuur creëren, mijn interactie met de tv die zich weer op mij effect heeft, die de cultuur vormt. Van de volgende dag praten we allemaal over wat er gebeurt op de tv, televisie bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, wat trouwens nog heel onwerkelijk is, want ik kijk al heel lang geen tv meer. Als ik bij mijn familie ben, dan gaan ze het over een tv-programma hebben en dan voel ik me raar genoeg de buitenstaander. Terwijl het over technologie gaat op een bepaalde manier. Maar ja, dus daar zie je zelfs generatiekloof in wat voor technologie dat precies voor je doet. Want voor mij is het dus niet meer tv, maar wel internet. Ja, dus het gaat ook niet zozeer om de tv inderdaad, maar het gaat om het feit dat onze omgevingswereld en culturele leven bepaald wordt door externe dingen die op ons geprioriteerd worden in plaats van in relatie met elkaar.
Ja, ik vind, ja, dat is een heel interessant punt. Om dat bijvoorbeeld aan het internet te koppelen. Is dat er zijn wel zeker zorgen. Er worden door verschillende mensen zorgen geuit. Dat mensen inderdaad vrij letterlijk geen aandacht meer kunnen hebben. En daar hangt dus denken, meer kunnen denken. Kritisch kunnen zijn. Creatieve oplossingen kunnen bedenken. Hangt daar ook mee samen. Omdat je gewoon continu aan het scrollen bent. Of de hele dag informatie overloopt. Het is gewoon vrij echte effecten. Die denk ik iedereen die veel met technologie bezig geweest ook wel merkt. Dat gevoel. En misschien wel een misplaatsende nostalgie. Van, vroeger weet je dat ook zo'n helderheid van geest, weet je wel. Want jij en ik zijn nog net van die generatie met enige pijn in mijn hart, maar die dus nog net niet die smartphone wereld. Wij weten nog hoe het is zonder. Ja, klopt. Dat ben een van de laatste. Ja, dus ik heb wel soms van die nostalgie van, ik had vroeger zo'n helderheid van geest. En nu lijkt het meer alsof ik mijn denkvermogen ook soort van verspreiden ben over mijn computer en... dus dat is wel interessant. Maar om nog één ding aan te sluiten, om over dat proletarisering door te gaan. Want dat legt wel wat lijntjes open met kapitalisme. Waar Stiegler voor me ook veel over schrijft. Maar goed, superveel. Maar ik moest denken aan iets wat die Frederik Kaplan dus linguistisch kapitalisme noemt. En dat is namelijk voor het eerst, dat is heel interessant op zich, is een woord geld waard. Waarom is een woord geld waard? Nou ja, omdat hoe verdient Google zijn geld met die zoekmachine? Right? Mensen zoeken dingen. Als je daar een analyse op doet en we zien hier wat populair is en welke zoektermen dus meer hits geven. En dat krijgt een waardering, omdat dat is waar de grote adverteerders willen adverteren, right? Bij bepaalde zoekhits. Dus je krijgt dan al een interessante koppeling tussen een woord. Wat je helemaal niet associeert met economische waarde. Right? Mm. En dat krijgt nu op een manier een economische waarde. Omdat het wordt gezien in het licht van wat het voor adverteerders waard is. Maar er wordt dan nog een interessantere koppeling gemaakt. Omdat Google ook allerlei, bijvoorbeeld Google Translate aanbiedt. Right? En dan zie je een paar dingen gebeuren. Dus ook dat is natuurlijk met zelflerende algoritmes worden die vertalingen gemaakt. Dus analyseren gewoon hoe taal werkt op het internet. Op basis daarvan maken ze voorspellingen. Mm-hmm. Right? Maar omdat bepaalde. Omdat die zoektermen daarin geïntegreerd zijn, in zekere zin. Krijg je ten eerste dat. Je hebt dan steeds meer tekst op het internet. Ook die Google Translate gebruiken om iets te produceren. Bijvoorbeeld, ik schrijf het in Nederlands. Ik wil naar Engels online zetten. Dan ga ik Google Translate door. Dan krijg je een soort van commensuratie van de taal. Omdat Google heel erg convergeert op woorden die meer geld waard zijn. Dus je zou zelfs kunnen als een hypothese kunnen hebben van... Heeft Google, en dus ook het feit dat die woorden dus in zoektermen economische waarde krijgen... Hebben die een invloed op de evolutie van de taal? Dus woorden die veel gebruikt worden zijn meer waard. Maar het is ook de moeite waard voor Google. En zo werkt machine learning gewoon. Is dat in zo'n vertaling pak je natuurlijk ook het woord dat het meest op het internet voorkomt. Je gaat geen hele creatieve vertaling geven. Nee, het is gewoon statistiek. Van de meest waarschijnlijke optie gezien je input wordt gegeven. Nou, dat wordt weer gebruikt om op het internet te gaan. Daar leert Google weer van. En voor je het weet, misschien convergeert de Engelse taal wel naar termen die gewoon voor Google geld verdienen. Ja. Ja, het was een hele grote loop. Want ik krijg ook een beetje hoofdpijn als ik eraan denk. Nee, maar het is super interessant. Want zelfs je hebt de Google Translate ervoor niet eens nodig. Want als jij De meeste teksten die geschreven worden online, worden geschreven met het doel om gevonden te worden en gelezen te worden. En ja, dus mensen incorporeren dat meteen. Ja, dus mensen incorporeren dat misschien. Misschien doen ze dat niet eens, maar wordt je keuze van een woord bepaald aan de analyse die je doet vanuit je SEO software. Ja. En sterker nog, zelfs de onderwerpen waar je over schrijft zouden kunnen bepaald worden aan je SEO software. Ja, want... en je hebt hele legio mensen die gewoon als baan hebben, dus teksten en websites meer Google vriendelijk te maken. Ja, dat is meer geld waard. Ik zou je wat moois vertellen. Ik werk dus ook veel als marketingadvies en bla bla. En ik ben nou voor een klant een paar blogs aan het schrijven vanuit hun boek. En wat ik dan doe is letterlijk dat hoofdstuk van dat boek pakken en kijken in welke vorm ik het kan gieten. Ja, zodat ik de woorden kan gebruiken die
relevant zijn, maar ook veel zoekhits hebben. En dus, daar komt waarschijnlijk Stieglaer dan een beetje in beeld. Ja. Omdat dus die effecten van zijn algoritme die een bepaalde sturing heeft. En in dit geval is het dan gewoon het feit dat alleen al dat de Google er is en dat je weet dat bepaalde dingen makkelijker vindbaar zijn. Dat verandert dus je gedrag en je denken. Op hele onzichtbare manieren. En dat vind ik een heel interessant gegeven. Ja. Maar zelf dat je dus kan zeggen van, is er zelfs een algoritmische bemiddeling van de taal? Is als je dat zegt, denk je van, waar heb je het in hemelsnaam over? Maar dat is niet ondenkbaar. Nee. En daar komt dan weer het effect van algoritmes op ons leven dat heeft. Want het gaat veel verder dan alleen maar engineers in een kamer die regels maken voor hoe databases gebruikt worden. Maar het heeft ook echt een effect op de manier waarop wij ons leven gaan leven. En de teksten die we dus lezen. En binnenkort ook de video's die we gaan bekijken. Want de reden dat Google zulke automatische captions aan het maken is, is niet zodat jij beter kan lezen wat daar staat, maar zodat ze begrijpen wat in die video zit en het dus beter kunnen ranken in zoekresultaten. Ja, klopt. Ja, heel, heel fascinerend. En ik weet niet, ik ben er als filosoof gewoon ook geïnteresseerd in, want dat is niet iets waar iemand met een technische mindset 1, 2, 3 aan zou denken. Ik heb nog een anekdote bijvoorbeeld. Ja. En dat is om aan te geven van hoe subtiel de effecten van algoritmes of gewoon in het algemeen ICT-systemen kunnen zijn. Dus tegenwoordig bestelt iedereen pakketjes, right? Mm-hmm. Ik woon met 8 mensen samen, dus er worden hier ook wel pakketjes afgeleverd. En het komt best wel vaak voor dat iemand niet thuis is. Ik zou dan zeggen, laat ergens bezorgen als je niet thuis bent. Maar goed, dus ik ben de uitzondering, geloof ik. Dus dat komt bij ons wel vaak voor dat een andere huisgenoot open doet. Er kwam hier een pakketje aan. Dus ik had een huisgenoot A een pakketje besteld. Die was niet thuis. Huisgenoot B deed open. Dus die staat daar voor de deur. De postbode had al 2 keer aangebeld, want het was niet voor hem. Right? Dus het duurde wat langer. Dus die postbode staat tegenover hem met een pakketje in de hand. En mijn huisgenoot zegt van, oh, hallo, voor wie is het pakketje? Voor huisgenoot A. Zo van, kan ik wel aannemen? Zegt die postbode dus. Ja, maar ik heb een systeem al gezet dat ze niet thuis is. Nou, hij zegt, ja, maar ja, goed, het pakketje is daar, weet je wel. Je staat voor mijn neus met het pakketje. En hij wou hem dus niet geven. Hij zegt van, ja, in het systeem staat dat hij dan bezorgd wordt bij dat en dat adres. Dus dat ging hij doen. Hij liep gewoon weg met het pakketje, ook kon hij aangenomen worden. Omdat dat. En dat vind ik dus interessant. Net zoals je zei, van die arbeiders in de industrialisatie worden een rat in het grotere wiel van de machine. Ja. Misschien zien we dat hier nu op een andere schaal met ICT-systemen gebeuren. Want het werk van de postbode en het gedrag van de postbode, hij doet dat niet vanwege een zinvolle menselijke overweging. Het is compleet tegen common sense om zo te handelen. Maar hij handelt dus in de belangen van een ICT-systeem. Mm-hmm. Right? En wat als een side note, wat dan ook interessant is, dat de privacy van de postbode, ja, er hoort ook maar bij de baan dat je dus 100% van je werktijd getrackt wordt. Want alle pakketjes moeten track and trace hebben. Ja. Right? Om aan te geven dat dus de menselijke kwaliteit is soms ondergeschikt raken aan de behoeftes van ICT-systemen. Die allemaal op het met efficiëntie op het oog zijn ontworpen natuurlijk. Want efficiëntie is God. ja, uiteraard. Ja, heel interessant hoe steeds meer het lijkt te zijn dat, kijk, hoe complexer die systemen worden en hoe effectiever ze worden, hoe beter je daarop kan richten dan op de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is maar chaotisch, het is rommelig, het is niet helemaal duidelijk. Ja, maar de systemen die je hebt, die zijn allemaal heel duidelijk en overzichtelijk. Daar kun je goede stappen en richtingen uithalen van wat je moet doen. Ja, zeker. En kijk, het feit is, automatiseringsprocessen maken alles natuurlijk ook efficiënter. Dat ontkent niemand. Ja. Ik ben ook niet pessimistisch. Ik ga dat niet doen alsof we dan terug moeten naar. Ik zeg niet dat we die systemen de deur uit moeten gooien. Maar wat wel denk ik belangrijk is, is dat mensen meer zicht krijgen op hoe ons dagelijks bestaan wordt bemiddeld door dat soort algoritmes en processen. Want zodra je dat door hebt, kun je er misschien ook wat beter mee omgaan. Dat is misschien wat idealistisch, weet je wel, maar. Ja. That's the best I can do. Ja, ik denk ook wel dat het ook tegelijkertijd een soort van desillusionerend effect heeft op je. Want
Laat ik ook even een anekdote vertellen. Want op het moment dat ik begreep hoe games gebruik maken van... en welke specifieke games gebruik maken van bepaalde tactieken... om je langer aan het spel te houden... of right. om je aandacht langer vast te houden... Dan leer je ze wel herkennen. Sorry? Dus dan leer je ze wel herkennen. Dan leer je ze herkennen. Maar op dat moment begon ik ook veel minder van games te genieten. Ja, ja, ja. Dus nu heb ik gewoon heel veel games waar ik naar kijk en denk... godverdomme. Ik zie wat hier gebeurt, ik ken dit... en nu kan ik, er niet meer van genieten. Ik kan het niet meer serieus nemen. Het is een ander soort van zelfbeheersing. Want je zegt eigenlijk van... zodra ik eraan begin, kan ik niet meer stoppen. Dus ik begin überhaupt niet meer. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld met Hearthstone heel erg gehad. Überhaupt met elke online game. Als ik begin, dan stop ik niet. Ik weet niet of je EVE Online kent... Ja, van naam. Ik heb nooit gespeeld. Ja, EVE Online is een super complex spel. En sommigen noemen het een tweede baan. En ik kan beamen dat het geval is. Maar dat is met Space Exploration en dat soort dingen. Ja. Okay. Wel heel interessant, want dat was een van de eerste... Of ja, niet een van de eerste, maar dat was een online game die in principe één server had. Daar kwam het een beetje op neer. Maar die had dus ook een heel wereldeconomie of universum-economie. Die als een echte economie. Ik heb als Dangerous Elite gespeeld. Dat is eigenlijk hetzelfde. Elite Dangerous, Elite Dangerous, dank voor de correctie. Maar als ik dat spel speelde, maakte ik gewoon ook spreadsheets en dergelijke. Ik ging helemaal naar de logica van die effectiviteit spelen. Omdat het gewoon zo goed aan elkaar zat. Op een gegeven moment dacht ik van, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik kan ook een spreadsheet voor echte dingen gebruiken. Dat is dan niet leuk om een of andere reden. De werkelijkheid is niet verslavingsgevoelig genoeg. Ja, precies. En een andere vriend van mij zei toen, had wel een goede vraag erop. Maar wat maakt het uit of het nou echt is of dat virtueel is? Dezelfde neuronen in je hoofd en dingen. Ja, oké, dus dat is de happy zombie argument. Ja, dezelfde dingen gebeuren in je hoofd of je nou naar een scherm kijkt of een promotie krijgt of whatever. Ja, dat weet hij trouwens niet. Maar inderdaad, als hypothese kun je het wel even aannemen. Ja. Wat moeten we nog meer zeggen over dit? Want mijn vragen zijn opgedroogd. Er is altijd, als ik zo'n podcast doe, komt er een moment waar ik merk, oh ja, ik zit nu aan mijn max aan vragen die ik heb om te stellen. En vaak moet ik dan een week of zo alles verwerken en dan denk ik, oh shit, die vraag. Ja, nee, je mag me altijd nog mailen. Ja. Nee, maar vragen. Ja, ik heb geen agenda. Hè. Ik ging gewoon open het gesprek in. Dus ik heb ook geen bedrijfsidee om te pitchen. Maar ik bedoelde meer van, misschien heb jij nog lingering thoughts die je wil benoemen? Of... Nou ja, gewoon wat over dat linguistisch kapitalisme. Ik heb gewoon wat losse ideeën. Dat is bijvoorbeeld wat ik interessant vind, is dat als je het over kapitalisme en data en algoritmes hebt, dat er ook zoiets als datacapitalisme lijkt te komen. Mm. Dus en dat hangt dan weer samen ook een vraag met privacy problemen. Dat iedereen gebruikt tegenwoordig gratis services, right? Mm-hmm. En Zoom? Bijvoorbeeld, ja. Dat is ook in deze laatste tijd natuurlijk veel nieuws geweest met allemaal privacy schandalen. Dat is voor mij wel effectief. Ik heb dan zoiets van, ik gebruik het dan liever niet. Soms heb je geen keuze, dat de zijde. Ja. Dan brengen we meteen van... Datacapitalisme. Right, ja. Dus mensen betalen met hun eigen data, right? En dat gebeurt al heel lang. En mensen worden er nu een beetje langzaam bewust van. Dat gratis niet gratis betekent. Maar je hebt dus tegenwoordig bedrijven... Dus die data is aan jou gekoppeld, right? En is waardevol omdat dat het over jou zegt. En jij bent een consument en jij koopt dingen. Dus daar zit een zekere... waarde in. Mm-hmm. Dat is wat die data waardevol maakt. Wat je tegenwoordig hebt, is gewoon bedrijven die gewoon helemaal gespecialiseerd zijn en die data ergens vandaan halen en dan gewoon doorverkopen. En wat dan een interessant idee is, wat ik niet heb uitgewerkt, maar waar vast een paar mensen mee bezig zijn, is dat data dus een soort van kapitaal dan wordt. Mm-hmm. Net zoals dat geld ooit gekoppeld was aan de goudprijs of zo, nog iets betekende, weet je wel. Op een gegeven moment werd dat losgekoppeld en werd iets heel abstracts dat op zichzelf een soort van betaalmiddel werd, waar de waarde niet echt duidelijk van was. En je ziet dus nu ook bedrijven die gewoon data doorverkopen zonder er wat mee te doen. Dus gewoon de business van... Ja, data wordt een soort van ruilmiddel bijna. Ja.
Dus als we het over die stiekem-analyse hebben, dan zou ik zeggen van, nou, die moeten eigenlijk achteraan nog. Datacapitalisme, wat is dat precies? Dat is misschien een leuk projectje voor de toekomst. Ja, denk je dat wij betaald zouden moeten worden voor onze data? Want die theorie heb ik ook wel eens geopperd gekregen, maar dat zou betekenen dat elke klik die je uitvoert geld waard is. Ja, maar ja, dus het is een beetje moeilijk om uit te drukken hoeveel geld dat dan waard is. Ja. Maar dat is denk ik wel te doen. Wat je dan veronderstelt, denk ik, als je zegt van, kijk, dan geef je mensen de keuze. En dat is op zich al waardevol, dat mensen transparantie hebben. Dat je zegt van, oké, ik kies ervoor om deze data te verkopen. En dat gebeurt in zekere zin al, want je gebruikt een gratis service. Mm-hmm. En daar betaal je met je data voor, basically, right? Kijk, als je hebt Gmail? Ja. Nou ja, daar doen ze gewoon analyses op. Ja. Ja. Dus als je dat accepteert, nou ja, good for you. Good for you zou ik zeggen. Ja, ik gebruik ook Google en ik gebruik ook... Maar het probleem is van, weet je nou echt wat je data waard is als je een keer zo'n op een cookie-declaratie ja hebt geklikt of als je een keer de terms and conditions van 10 pagina's lang hebt gelezen en dacht van, ja, hallo, ik heb een baan, ik heb ook dingen te doen. Huh. Weet je echt wat je data waard is als je Gmail gebruikt? Ik denk het niet. Dus er zou wel iets meer transparantie moeten komen. En in die zin denk ik van, ja, oké. Je zou je eigen data moeten verkopen. Moeten kunnen verkopen. Maar het ligt er weer aan wat voor data, right? Mensen mogen ook hun eigen orgaan niet verkopen. Mm-hmm. Ja, de reden voor is dat mensen economische nood hebben. Dan wil je ze helemaal niet in de gelegenheid stellen om uit wanhoop iets te doen wat onherstelbaar is. En zoiets zou je ook, moet je ook hebben. Je mag bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen dat ook bijvoorbeeld bij gezondheidsdata opgaat. Mm. Misschien moeten we niet willen dat je gezondheidsdata kan verkopen. Omdat je gewoon niet overziet wat voor een gevolgen dat kan hebben. Als bijvoorbeeld blijkt dat je verzekeringsmaatschappij je niet meer wilt. Ik noem maar wat. Ja. Dus wat ik ook interessant vind is dat er zeker een normalisering optreedt. Dat alle apps... je wordt zoveel getrackt links en rechts. Je kan ook niet op tegen het gemak van het gebruiken van zulke apps. Precies, ja. En dat komt omdat iedereen ervoor zwicht, right? Op een gegeven moment is Google gewoon de grootste speler. Heb je geen alternatieven meer. En dan voor de mensen die wel privacybewust zijn en het niet willen verkopen, die hebben bijna geen keus meer. Right? Ja. Hetzelfde als dat als de universiteit zegt van ja, we doen colleges via Zoom. Ja, ik betaal €2000 per jaar om colleges te volgen. Dan kan ik niet zeggen van mijn privacy waardeer ik, weet je wel. Dus dat speelt ook nog mee. Dat de keuze die jij als individu maakt om je eigen privacy weg te kopen, dus ook wel leidt tot een situatie waarin dat genormaliseerd wordt en dat privacy het moeilijker wordt voor anderen om nee te zeggen. Maar dan even de vraag, hoeveel schaadt mij nou echt dat Google mijn, of dat Google dan mijn Gmail analyseert? Bij Gmail, dat ligt natuurlijk heel erg af van wat je ermee doet. Hmm. Als hele onschuldige communicatie is en je bent je er bewust van, dan denk ik niet van het is inherent slecht, nee. Maar ja, Google is nou ook... Google werkt nu met ziekenhuizen. Tech companies maken een hele grote push in de gezondheidsindustrie. En dat vind ik wel bijvoorbeeld weer zorgelijker. Dan bijvoorbeeld doen ze om gezondheidsapplicaties te ontwikkelen, wat op zich heel mooi is. Dan gebruiken ze heel veel data van patiënten die dan van een ziekenhuis hebben gekregen, waar dan vaak, dat was een schandaal over een post terug, miljoenen datapunten van patiënten met echt gevoelige informatie, ook met woonadres en kwaaltjes en dit en dat. Waar dus, dat is dan bij Amerikaanse praktijken, right? Dat zie ik hier niet zo snel gebeuren. Al krijg ik waarschijnlijk ongelijk als ik dat zeg, maar... maar dat is een gezondheidscrisis, hè? Niet te stellig zijn. Ja, precies. Dus. maar dat was veel zorgelijker. En daar krijg je ook apps. Je hebt ASR, die heeft dan zo'n Vitality app, right? Hmm. En wat je daar moet doen is volgens mij, als je dan laat zien dat je veel sport, dan krijg je bonus op je verzekering, op je gezondheidszorg. Korting, precies. Ja. Sorry, ja. Ja. Ja, dus, als iedereen dat gaat doen, dan wordt genormaliseerd. Op een gegeven moment wordt het een beetje moeilijk voor mij om daar nee tegen te zeggen. Als mijn premie dan
extreem veel hoger is. En ja, en weet ik veel, ik dat geld nodig heb. Maar ja, je bent dan wel in een positie van, ben je dan nog helemaal vrij om je eigen data te verkopen? Dat is een beetje het punt dat ik dan probeer te maken. En dat is niet zo zwart-wit als dat je zegt van, oh, ik verkoop het. Of, ja. Oh, kijk maar, mensen hebben hier bij de cookies gezegd dat ze akkoord zijn gegaan. De vraag is, wat zeggen ze dat en hoe vrij zijn mensen? Kijk, als ze überhaupt die dingen al lezen, right, dan doet ook niemand in de praktijk. Hoe vrij zijn ze als ze die keuze maken? Dus dat vind ik een interessante vraag gerelateerd aan privacy. Ja, ik vind het hele privacy vraagstuk sowieso een interessant vraagstuk. Want hoeveel kun je opgeven voordat het terugkomt? Laat ik het even zo zeggen. Hoeveel kun je opgeven van je informatie voordat dat weer effect heeft op je dagelijkse handelingen die verder gaan dan alleen maar verschrikkelijke advertenties zien of whatever. Er is een threshold, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, er wordt wel eens over filterbubbels gepraat, right? Ja. Dat mensen vooral nieuws zien, daar heb je de kaartje aan het begin van het gesprek al aan, dat mensen vooral door die advertenties natuurlijk nieuws zien dat op hun gemarket is. En is ook misschien een vooroordelen bevestigd. En dan ook nog het mechanisme erbij dat je je eigen vooroordelen minder bevraagt als dat gebeurt. Want je bent het mee eens. Mm-hmm. Als je dat kan manipuleren, right? Dat kan een polariserende werking hebben binnen democratie. Dat iedereen zijn eigen mening versterkt wordt. Nou, dat is een best echt effect. Ja, en dat zien we denk ik ook wel gebeuren. Ik bedoel, als ik kijk naar... zeker als ik kijk... Nou, dat is misschien wel interessant. Want wat ik de laatste tijd begin te merken is dat... Ik zit de afgelopen paar jaar wat vaker op Twitter. En wat ik merk is dat heel veel wat op Twitter gebeurt ook weer in het nieuws komt. Oh ja, dat is echt verschrikkelijk, joh. Want, dat is echt heel gek. Want nieuws is tegenwoordig, dan heb je gewoon normaal NOS-nieuws of wat dan ook. En dan daarna is er zo'n minuutje waarin ze zeggen van, oh ja, en Henk van die in die straat, die zei dit. En dat is dan nieuws. Ja, denk je, what the fuck, hoezo? Dat moet dan representatief zijn voor de maatschappij of zo. Van dit is de mening van het volk of van de man van alle dag. Ik weet niet wat wat de logica erachter is. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dan verder gaan. Die de Twitter-algoritme is een algoritme die de meest schandalige dingen naar boven haalt. Of in ieder geval waar mensen het meest op klikken, op retweeten. Ja, precies. Ja. Dus wat gepresenteerd wordt als... dat zeggen ze natuurlijk in de tv-wereld ook weer zoiets. Hè? Zeg van al die correcte mening op tv, dat is dan even een links-Amsterdams of Hilversum clubje of zo. En niet iedereen herkent zich daarin. En dat geldt hier misschien ook wel inderdaad. Van, je zit allemaal schreeuwers op Twitter. Ja. En die komen dan in het nieuws. Waarom? Ja, omdat ze het hard schreeuwen of zo. Of ze weten de algoritmes te manipuleren. Of hoe dat zou ook wel kunnen inderdaad. Maar dat is misschien een voorbeeld van hoe... en wat ook het geval is, in Nederland zitten eigenlijk alleen maar journalisten en politici op Twitter. Dus die zitten natuurlijk de hele dag ook op hun Twitter en zien om 5 voor 6... oh shit, ik moet nog iets voor het nieuws presenteren. Ja, kijk even door mijn feed en gooi even wat online. Dus ook dat kan weer een systeemeffect zijn van het feit dat onze aandacht zoveel vastgehouden wordt door onze smartphones en social media. Ja, dat zou kunnen, ja. 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 Hey, zullen we er een einde aan breien? Ja, ik denk dat we ook al 1,5 uur naar de wc, dus...